Goedemiddag, collega's. De zitting is geopend. Sans excuser, madame Nissen pour raison de santé, mevrouw Vogels, andere plichten, mevrouw Faas, andere plichten, monsieur Mahou à l'étranger, meneer Tommelijn in het buitenland, meneer De Wever, andere plichten, monsieur de Meijer, autre devoir, monsieur Moral, raison de santé. Et nous allons traiter les demandes, les questions orales. Ja, mevrouw. Mevrouw de voorzitter, u wilt beginnen aan de mondelinge vragen, maar ik zou toch wel willen stellen dat het toch wel hallucinant is, mijns inziens, dat hier in de Senaat niks gezegd wordt over de problemen met senator Saidi. Wat betreft het misbruik van het parlementair statuut van senator, de kranten hebben er bol van gestaan. We hebben al voorgaande gehad in deze. Jean-Marie de Dekker bijvoorbeeld in 2002 heeft ook misbruik gemaakt van zijn parlementair statuut als senator om in gevangenis Dutroux te bezoeken met een journalist. Toen is daar veel misbaar over gemaakt in deze Senaat. Er is zelfs een motie ingediend door de meerderheid destijds en hij is onder controle geplaatst van senatrice Le Duc in die tijd. Dan is er nog in 2008, dat is geen misbruik van parlementair statuut geweest of status van senator, maar een zeer degoutant optreden geweest van senator Delacroix. Toen is er terecht ook een officieel communiqué vertrokken vanuit deze Senaat, dat de Senaat zich daarvan distancieerde. En nu zou er gewoon overgegaan worden tot de orde van de dag, de mondelinge vragen. Ik vind dat zeer, zeer bizar en hallucinant eigenlijk. Ik heb gezien dat er weliswaar een mondelinge vraag is van mijn collega van de N-VA aan de uitvoerende macht, zijnde hier vertegenwoordigd door de eerste minister. Maar de wetgevende macht zelf, wij zelf, de Senaat, wij moeten toch de eer aan onszelf houden, denk ik, en hierover toch een debat voeren, op zijn minst zien dat wij ons officieel daarvan distancieren van wat er gebeurd is, van een misbruik van het statuut als senator. En ik zou graag willen dat er overwogen wordt eventueel, of een debat gevoerd wordt over het invoeren van een deontologische code. Zelf zou ik willen aandringen op een schorsing, een sanctie tegen mevrouw Saidi. Want tenslotte, als men de hand boven het hoofd houdt van een zware illegale recidivist, dan vraag ik mij toch af in hoeverre er banden zijn met het criminele milieu. En zou ik als fractieleider van mijn fractie Vlaams Belang zelfs willen aandringen op het feit dat mevrouw Saidi de eer aan zichzelf houdt en haar vertrouwen in deze situatie misschien mij zeer verkeerd. Hier is wel degelijk een debat nodig. Het woord is aan meneer Ancio. Meneer Ancio. Mevrouw de voorzitter. Keer op keer stellen we hier vast dat het Vlaams Blok zich opwerpt, of Vlaams Belang zich opwerpt als een zedenpolitie die zelf gaat criteria bepalen wanneer dat iemand volgens deontologische regels naleeft en wanneer niet. Volgens eigen inzichten, zonder dat daar een ernstig onderzoek is, zonder een dossier te gronden te kennen, doet men niet anders dan andere systematisch te gaan veroordelen. Daar waar de enige partij die hier in Nederland ooit fundamenteel veroordeeld is geweest voor strafrechtelijke feiten. En toevallig in deze senator, dan hoeft het ineens niet meer. Ik vind dat het toch deugt dat onze senator zich daar niet altijd heeft. Monsieur Moreau. Nee, madame de pers. De wanden zijn de wereld. En het woord is aan meneer Moreau. Het woord is aan meneer Moreau. Lakij van de Parti Socialist. Het woord is aan meneer Moreau. Dank u wel. Monsieur Moreau. Madame la présidente, je ne pense pas que ce soit l'heure de parler du fond. Mais je voudrais rappeler aux aimables racistes qui sont devant moi que j'ai été le premier à demander que les illégaux qui commettent des actes qui sont contraires à nos lois soient renvoyés dans leur pays. Ce débat-là, si nous l'avons, vous aurez de façon claire les représentants du Parti Socialiste qui seront les plus stricts en cette matière. Mais vous êtes en train de tout mélanger. Pour le reste, si jamais un groupe demande qu'on rédige un code de bonne conduite, je demande que ce point soit renvoyé
au niveau du bureau et que si on le fait, on envisage des sanctions contre les élus racistes. Pour le reste, je demande qu'on passe à l'ordre du jour. Je vous remercie. Madame Katabi. Madame Katabi. Votre micro n'est pas branché. Il ne fonctionne pas. Voilà. Yeah, maintenant, c'est bien. Je voulais dire qu'indépendamment du fond de l'affaire sur laquelle je crois que nous ne pouvons pas nous prononcer, nous ne pouvons pas laisser notre Assemblée être prise en otage par des considérations typiquement racistes et antidémocratiques. Et donc, je propose qu'on passe à autre chose, parce que je ne crois pas qu'il est du ressort de notre Assemblée de prendre quelques sanctions que ce soit. Ou alors, le cas échéant, s'il revenait à l'Assemblée d'en prendre, je rejoins la proposition de M. Moureau d'en prendre quelques-unes à l'égard de certains de nos collègues également. Mevrouw Van der Meers, voor de laatste keer dan. Dat heeft hier absoluut niks met racisme te maken. En het uitschelden van onze partij voor racisten is absoluut naast de kwestie, is absoluut niet correct. En het is altijd dezelfde zwakke verdediging. Het gaat hier over zwaar illegale recidivist, wiens uitwijzing volgens de geldende wetgeving verhinderd is. Ik zal u zeggen wat er gebeurd is. In het verleden is mijn fractie op bezoek geweest bij de grenspolitie in Zaventem. Wij zijn daar gaan bekijken naar aanleiding van het overlijden dat daar gebeurd is, naar aanleiding van zo'n uitwijzing, of dat die regels daar wel gevolgd worden of de wetgeving nageleefd worden. Onze fractie is de enige fractie van heel deze Senaat die daar ter plaatse is geweest en gaan controleren. En wij weten dat die mensen hun werk doen. En het is dan ook niet aan iemand van de wetgevende macht, aan een senatrice, om die mensen hun werk te verhinderen. Zij doen hun best met de middelen en binnen de wetgevende bepalingen die er zijn. Wij hebben tenminste interesse getoond in de grenspolitie en zijn daar gaan controleren. En ons uitschelden voor racist, dat heeft in deze absoluut geen zin. Het is ook compleet naast de kwestie. En ik zou toch wel eens willen weten waarom een crimineel met een zware recidivist het hand boven de hoofd houden worden. Mevrouw Saidi, ik blijf erbij. U zou beter ontslag nemen uit deze Senaat. U bent deze Senaat onwaardig. Oké. Oké, u hebt uw punt gemaakt en iedereen heeft zijn standpunt kunnen geven. Het bureau van de Senaat heeft geacht dat er geen grond was om nu op deze zaak verder in te gaan. Dus we gaan over tot de mondelingenvragen. Er zijn twee mondelingenvragen die al dan niet kunnen gekoppeld worden en die over hetzelfde thema gaan. De vraag van collega De Pat, de 13e vraag, en de vraag van collega Van Louwe, de 17e vraag. De eerste minister is aanwezig om daar desgevallend om te antwoorden. Collega De Pat, wil u uw vraag stellen? Dank u wel, voorzitter, collega's, meneer de eerste minister. We zullen inmiddels al genoegzaam weten dat er op half februari iets gebeurd is op een vliegtuig. Het is hier ook vandaag al gesteld dat op het moment een vrouwelijke senator tussenkwam bij een gedwongen repatriëring. Ik ga mezelf niet uitspreken over het al dan niet opportun zijn van dergelijk gedrag, maar ik denk dat wij allen beseffen dat dit ook niet van een gewone burger wordt gedoogd en dat wij als politici ook heel veel reticentie op dat vlak aan de dag moeten leggen. Maar ik wil het even hebben over de grond van de zaak, over de achterliggende feiten en maatschappelijke problemen die hier aan de grondslag van liggen. U weet dat die repatriëring werd afgeblazen en dat de man wiens uitwijzing werd onmogelijk gemaakt, blijkbaar al 16 jaar illegaal verbleef in ons land. In die periode werd hij volgens berichtgeving 42 keer opgepakt voor feiten gaande van zware diefstallen, overheling tot drugsfeiten, brandstichting en wapenbezit. We spreken hier met andere woorden, het is er al even aangegeven, over een hardvochtige crimineel met een stevig palmares, om het in koerstermen te zeggen. Betrokkenen afkomstig van de Marokkaans-Algerijnse grensstreek gebruikten blijkbaar zowel de Marokkaanse als de Algerijnse nationaliteit om keer op keer verwarring te stichten en door de mazen van het net te glippen. Hij belandde ook meermaals in de gevangenis en wist ook daar uit ontsnappen. Zijn weerspannigheid op het vliegtuig tenslotte loonde ook.
Wie blijkbaar voldoende kabaal maakt en enkel met geweld te bedwingen valt, wordt blijkbaar ook van boord gehaald. Meneer de eerste minister, in het regeerakkoord staat terecht dat de burger recht heeft op veiligheid en een snelle en efficiënte justitie. Dat zijn inderdaad twee van de belangrijkste taken van de staat. Maar de burger krijgt al te vaak te maken met een justitie die hij of zij niet begrijpt. Vandaar dat we justitie grondig moeten hervormen. En het hierboven beschreven verhaal is een voorbeeld van een onbegrijpelijke justitie voor de burger. We hebben daarom nood aan een doeltreffend, eerlijk en evenredig strafrecht. De veiligheid van burgers kan immers niet worden gewaarborgd, meneer de eerste minister, zonder doeltreffend strafrecht dat voor elke overtreding een juist en adequaat antwoord biedt. De samenhang van de strafrechtsketen moet daarom worden versterkt. Vanaf het plegen van het delict tot aan de uitvoering van de straf. En eenmaal opgelegd moeten straffen ook effectief en coherent worden uitgevoerd. Volgens het regeerakkoord zouden bilaterale akkoorden worden gesloten en uitgevoerd om ervoor te zorgen dat vreemdelingen hun straf in hun thuisland kunnen uitzitten, om er zo spoedig mogelijk hun reïntegratie voor te bereiden. Vreemdelingen die hier illegaal verblijven, zouden aan het einde van hun straf onmiddellijk ter beschikking worden gesteld van de dienst vreemdelingenzaken met het oog op hun uitzetting in het kader van de Europese terugkeerlijn. In dit kader, meneer de eerste minister, twee vragen. Is u ook van oordeel dat het hierboven beschreven verhaal onbegrijpelijk is voor de burger en dat dergelijke voorbeelden de noodzaak van de hervorming van justitie aantonen? Zonder een doeltreffend strafrecht kunnen we toch nooit de veiligheid garanderen. En twee, kan u de stand van zaken mededelen betreffende de bilaterale akkoorden met Marokko om illegale criminelen hun straf in hun thuisland te laten uitzitten of om ze na het uitzitten van hun straf terug te sturen naar hun land van herkomst? Dank u wel. Ja, de vraag was gericht aan de minister van Justitie, collega. Collega Van Loo, u hebt een vraag over hetzelfde onderwerp aan mevrouw De Blok. De eerste minister is bereid daarop te antwoorden. Ik weet niet of u uw vraag wil stellen of niet. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorafgaandelijk wil ik toch even zeggen, mevrouw de voorzitter, meneer de eerste minister, de vraag was gericht aan mevrouw De Blok, die toch wel bevoegd is voor asiel en migratie. Ik had natuurlijk liever haar standpunt daarover gekend. Ik weet ondertussen ook al wat dat u in de Kamer gezegd hebt. Ik had liever haar standpunt hierover om te weten of de regering hier toch wel op dezelfde lijn zit. Maar... Het woord is al wel aan meneer Van Lauwen. Ja. Het woord aan meneer Van Lauwen. Klein beetje aandacht. Meneer de minister. Klein beetje aandacht. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Op 15 februari kwam onze collega tussen in een uitwijzing van een illegaal persoon op een lijnvlucht Brussel-Casablanca van Royal Air Maroc. En blijkbaar is ze niet tussen gekomen in de zin dat zij de politie heeft bijgestaan om die uitwijzing daadwerkelijk mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Want blijkbaar zou ik toch verwachten dat men aan de kant gaat staan van de politie. Van de politie die toch wel een uitwijzingsbevel moet uitvoeren. Nu, de persoon die uitgewezen diende te worden, verbleef, en collega De Pat heeft het dus al aangehaald, al 16 jaar zonder enige verblijfsvergunning in dit land. Hij zou betrokken zijn bij 42 zwaar strafrechtelijke feiten, diefstal, heling, drugsfeiten, wapenbezit, zelfs brandstichting, volgens hetgeen ik in de media gelezen heb. En maar liefst 20 keer had de betrokkenen het bevel gekregen om het land te verlaten en is hij bij politie en gerecht gekend onder 8 verschillende namen. De topman van de dienst Vreemdelingenzaken, DVZ, de heer Freddy Rosemond, verklaarde dat hij zeker geen koorknaap was, anders zou hij niet met een escorte het land worden uitgezet. Dus er was een bevel, politie was erbij en hij moest gedwongen worden uitgezet. DVZ erkent dat hij zich schuldig maakte aan valse naamdracht, goed gekend was bij politie en justitie en dus al meerdere keren het bevel had gekregen om het grondgebied te verlaten. Uit de media heb ik vernomen dat onze collega meent dat zij haar burgerplicht zou hebben gedaan, dat zij het dus noods laf zou vinden om op de stoel te blijven zitten en niet te reageren.
Blijkbaar is er dus intimidatie gebeurd bij de politie. En zou dus hierdoor de betrokkenen nog steeds in het land verblijven. En dus is eigenlijk die poging tot uitwijzing onmogelijk gemaakt of toch minstens mislukt. Hierbij kan alvast de vraag gesteld worden of er sprake is van een misdrijf. En ik verwijs naar artikel 75 en artikel 77 van de Vreemdelingenwet. Artikel 77 van de Vreemdelingenwet stelt strafbaar diegene die een persoon die geen onderdaan is en dus illegaal in dit land verblijft, wanneer die helpt om in dit land in de toekomst te blijven, het beletten of het verhinderen van een uitwijzing komt er volgens mij op neer dat men iemand helpt om verder illegaal op het grondgebied te verblijven. We kennen de verklaring inderdaad van u, meneer de eerste minister, waarbij u gezegd hebt dat er met strenge hand moet worden opgetreden tegen misdadigers of criminelen die illegaal in ons land verblijven en voor wie er geen plaats is in dit land. En dat de regering prioriteit geeft aan de vrijwillige terugkeer, maar dat er wordt overgegaan tot gedwongen terugkeer indien dit mogelijk blijft. Ik zal meneer, u moet onmiddellijk afronden. Wat is uw houding ten aanzien van deze feiten? Zijn hier mogelijk strafbare feiten gepleegd? Zijn er ook mogelijk burgerrechtelijke gevolgen? Is er schade geleden door het land dat die betrokkenen hier nu nog altijd is? En zal er dus nood worden opgetreden om die welbepaalde kosten van die mislukte repatriëring terug te vorderen? Ik dank u. Het woord is aan de eerste minister. Mevrouw de voorzitter, beste collega's. Het standpunt van de regering wat asiel en migratie betreft is zeer duidelijk. De migratiebeleid dient meer omkader te worden. Het moet zowel menselijk als strikt zijn. Op menselijk vlak waarborgt België, overeenkomstig met de Conventie van Genève van de Verenigde Naties, het asielrecht voor personen die persoonlijk in hun land vervolgd worden. Bijvoorbeeld om hun politieke overtuiging. Het migratiebeleid moet ook strikt zijn. Ik heb het gisteren al gezegd. En ik herhaal het nogmaals vandaag. Personen die niet over een wettelijke verblijfsvergunning beschikken en die geen mogelijkheid hebben om zo'n verblijfsvergunning te verkrijgen, moet uitgewezen worden. Daar bestaat geen twijfel. Volgens het regeerakkoord krijgt de vrijwillig terugkeer de prioriteit. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt de gedwongen terugkeer uitgevoerd, mits naleving van de rechten van de betrokkenen. In tegendeel, beste collega's, tot wat sommigen doen geloven, wordt dit deel van het regeerakkoord dagelijks uitgevoerd. Dagelijks worden mensen zonder wettelijke verblijf uitgewezen uit ons land. Ter informatie, in 2011 werden 10.600 mensen zonder wettelijk verblijf van het grondgebied verwijderd, waarvan 3.700 via gedwongen repatriëring, 3.000 via terugdrijving en via 3.900 via vrijwillige terugkeer. Voor de twee eerste maanden van 2012 waren er 1.775 verwijderingen, waaronder 600
via gedwongen repatriëring, 300 via terugdrijving en 800 via vrijwillige terugkeer. Dat is, beste collega's, de realiteit in ons land. Wat het specifieke geval betreft dat u aanhaalt. Volgens de informatie waarover ik beschik, gaat het om een procedure van gedwongen verwijdering die uitgevoerd werd door de federale politiediensten. Op 14 februari werd de persoon in kwestie op een commerciële lijnvlucht met bestemming Casablanca gezet. De diensten van mevrouw de minister van Binnenlandse, Zaken, die bevoegd is voor deze zaak, hebben mij het volgende meegedeeld. Na in het vliegtuig te zijn gestapt, verzette de betrokkenen zich tegen zijn uitwijzing. Naar aanleiding van de oproer die de betrokkenen veroorzaakte en de reacties van een aantal passagiers aan boord van het vliegtuig, heeft de gezakte voerder gevraagd de betrokkenen te laten uitstappen, zodat het vliegtuig in de vereiste veiligheidsomstandigheden kan opstijgen. De persoon in kwestie is op dit ogenblik opgenomen in een gesloten centrum. De Belgische regering kan echter geen beroep doen op niet-commerciële vluchten voor dergelijke uitwijzingen, aangezien Marokko daar momenteel niet de toelating voor geeft. Ik heb de bevoegde ministers, met name de minister van Binnenlandse Zaken en de secretaris, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, gevraagd de nodige maatregelen te nemen om de uitwijzingsprocedures van misdadigers die illegaal in het land verblijven te versnellen en dit in overeenstemming met het regeerakkoord. Deze personen zullen en moeten worden uitgewezen onder geschikte veiligheidsomstandigheden. Ten slotte, beste collega's, werkt de dienst Vreemdelingenzaken aan een betere organisatie van de terugkeer van illegalen die een gevaar voor de openbaar orde betekenen. Dank u wel. Dank u, meneer de eerste minister. Het woord is aan meneer De Pat eerst. U hebt het woord niet, meneer Lermans, u hebt het woord niet. Het woord is aan meneer De Pat. Heel kort, mevrouw de voorzitter. Ik wil de eerste minister overigens bedanken voor het feit dat hij hier in eigen persoon zich de moeite heeft getroost om met betrekking tot deze problematiek de nodige uitleg en en antwoorden te verschaffen. Het wijst er natuurlijk op dat ook de regering wellicht wat geschrokken is geweest door deze feiten. En uit het antwoord leid ik ook af, mevrouw de voorzitter, dat de regering blijkbaar toch van plan is om met betrekking tot deze problemen, namelijk de grote criminaliteit van illegalen die hier verblijven, om daar echt aandacht aan te besteden en ervoor te zorgen dat die binnen de kortste keren worden gerepatrieerd. Ik denk dat het goed is dat dit parlement of dat beide parlementen dat nauwkeurig opvolgen. Ik dank u. Dank u, meneer De Pat. Meneer Van Loo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Tot mijn spijt kan ik de premier echter niet bedanken voor zijn antwoord, want hij heeft eigenlijk niet geantwoord op mijn vraag. Ik kan hier letterlijk vernemen dat de minister antwoordt op verschillende vragen die in de Kamer gesteld zijn. Ik had een totaal andere vraag gesteld. Mijn vraag ging erover of dat dus het verhinderen van die uitwijzing zou gevolgd worden door een strafklacht. En ik zal de vraag nog eens hernemen. Ik hoop dat de eerste minister luistert. Meneer de eerste minister, ik heb heel uitdrukkelijk de vraag gesteld. Zal het verhinderen van een uitwijzing aanleiding geven tot een strafklacht en zullen de burgerrechtelijke gevolgen, de schade die daardoor ontstaan, teruggevorderd worden? Want ik stel vast, dat zijn twee concrete vragen die gesteld zijn en ik heb hier geen antwoord gehoord. Maar u kan gewoon een repliek geven.
Het incident is gesloten. Het incident is gesloten. Aan de orde is de volgende vraag. Met name de vraag, la question de madame Zrien, au vice-premier ministre et ministre des Finances et du développement durable sur la taxe de circulation. Vous avez la parole, madame Zrien. Merci, madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Les impacts des crises financières et économiques sur le quotidien de nos concitoyens n'est malheureusement plus à démontrer. Pourtant, certains sacrifices financiers peuvent difficilement être consentis par ceux-ci dès lors qu'ils concernent directement ou indirectement leurs activités professionnelles. Bon nombre de propriétaires de véhicules automobiles se voient dans l'impossibilité de s'acquitter en un seul versement de leurs taxes de circulation. Certaines adaptations financières pourraient dès lors être envisagées afin d'améliorer les conditions de vie, parfois délicates, de certains de nos concitoyens. Il pourrait s'agir, par exemple, d'accorder au cas par cas un paiement mensuel au même titre que le paiement des contributions directes. Monsieur le ministre, dès lors qu'il est annoncé que les PV impayés seront prélevés en même temps que les contributions, n'est-il pas également possible d'envisager une mesure qui faciliterait quelque peu la vie de nombre de nos concitoyens ayant par ailleurs un besoin extrêmement important de leur véhicule pour travailler. Merci. Merci, madame Zrien. La parole est au ministre. Merci, madame la présidente. La taxe de circulation sur les véhicules automobiles est, comme vous le savez, une taxe régionale. La Flandre exerce tous ses droits en la matière, tandis que pour les autres régions, le SPF Finance continue à percevoir cette taxe annuelle jusqu'au moment de la reprise totale de cette taxe par ces régions. La région Wallonne, elle aussi, a déjà annoncé la reprise de service de la taxe de circulation à partir de 2015. Dans la pratique, pour la région Wallonne et la région de Bruxelles-Capitale, à défaut de paiement dans le délai fixé, la taxe est enrôlée et son recouvrement est confié au receveur des contributions directes du ressort dans lequel le contribuable est domicilié. Le contribuable dispose alors de la possibilité de solliciter des facilités de paiement auprès du receveur. Le receveur des contributions directes est seul compétent pour les octroyer sur base notamment d'éléments établissant que le contribuable rencontre de véritables difficultés financières à acquitter sa dette fiscale dans les délais légaux. Il n'est donc pas nécessaire d'établir des mesures systématiques d'échelonnement de paiement de la taxe de circulation. Et tenant compte de ces aspects, et en particulier du fait que les autres régions reprendront aussi cette compétence, un changement législatif dans l'état actuel des choses ne semble pas opportun. Je vous remercie, Madame Zrien. Je vous remercie de votre réponse et je peux entendre qu'il nous faudra donc attendre des transferts de compétences pour essayer d'imaginer un dispositif qui pourrait faciliter grandement la vie de nos concitoyens. Quoi qu'il en soit, je pense que la proposition d'aller négocier au cas par cas au service des contributions directes n'est pas vraiment la meilleure solution, connaissant parfois les réticences que l'on peut avoir de la part de certains receveurs à entendre les difficultés sociales de certains de nos concitoyens. Merci. Merci, madame Zrien. L'incident est clos. Aan de orde is de vraag van collega Lieve Maas aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over de koperdiefstallen. U hebt het woord, collega. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister, collega's. Vorige week stond er andermaal een groot artikel in de krant over een koperdiefstal. En ditmaal ging het over een diefstal op het bedrijfsterrein van een kabelproducerend bedrijf in Buizingen. Twee dieven konden nog ter plekke worden opgepakt. Het waren Roemenen, allicht lid van een gespecialiseerde bende, schreef de krant. Zeven kompanen konden ontkomen met een buit ter bedrage van 12.000 euro. Ook de NMBS-treinen staan bijna wekelijks stil om her en der... omdat er her en der kabels gestolen werden. Ik heb de moeite gedaan van een zoekopdracht door
het internet te jagen en de laatste maand alleen al waren er incidenten in Lokeren, in Antwerpen, in Beringen, in Gentbrugge, in Heffen, in Stenokkerzeel, in Leuven, in Mechelen, in Heverlee, in Geel, in Meer, in Brussel, in Halle, in Genk, in Turnhout, in Gent en in Zulte. En dat is dan nog maar het resultaat van een vlugge opzoeking. En 2010, in de wet diverse bepalingen van 29 december, voerde dit parlement opnieuw een identificatieplicht in bij de aankoop van oude metalen. Een wet die in werking trad op 10 januari 2011. Het bijhorende koninklijk besluit verscheen in het Staatsblad van 30 mei 2011. Dit alles leidt mij tot de volgende vraag. Is de herinvoering van deze maatregel minder efficiënt dan verwacht? Gaat de minister nog bijkomende maatregelen nemen om deze plaag in te dijken? Daar het vaak gaat over internationale bendes, is hier enige samenwerking op Europees niveau aan de orde wat betreft het klissen van deze daders en het terugvinden van het gestolen koper. Dank u, collega. Het woord is aan mevrouw de minister. Sorry. Oké. Ja, hartelijk bedankt voor uw vraag. Dus het is te vroeg om reeds te concluderen dat de invoering van de identificatie- en registratieplicht minder efficiënt is dan verwacht. Aangezien de praktische modaliteiten van deze maatregelen nog geen jaar geleden werden ingevoerd. Daarnaast is deze criminaliteitsvorm ook gebonden aan de economische wetten inzake vraag en aanbod. Derhalve mag de rol van de hoge koperprijzen ook niet onderschat worden. De identificatie- en registratieplicht laat de politie- en inspectiediensten toe om efficiënter op te treden tegen metaaldieven. Er zijn reeds een aantal succesvolle controleacties gebeurd waarbij metaaldieven aangepakt konden worden. Er is op een korte termijn een overleg voorzien met de buurlanden, Nederland en Luxemburg, waarbij we zullen nagaan wat de mogelijkheid is van de invoering van een gelijkaardige wetgeving, zodat de verplaatsing-effecten van rondtrekkende dadergroepen ingeperkt kunnen worden en de daders sneller opgespoord kunnen worden. In Frankrijk is er trouwens al een gelijkaardige regelgeving van kracht sinds 2011. Ook Nederland en Frankrijk worden geteisteerd door kopperdieven. Om die reden krijgt het nagaan van de mogelijkheden tot samenwerking met de buurlanden momenteel een hoge prioriteit diep binnen de aanpak van metaaldiefstalen. En binnenkort heb ik een afspraak met de minister van Binnenlandse Zaken van Nederland en ook van Frankrijk voor volgende maand om onze samenwerking te versterken. En ook een uitwisseling van mensen van de verschillende politiediensten. En een deel van de metaaldiefstallen worden gepleegd door georganiseerde dadergroepen die internationaal actief zijn, maar ook lokale daders nemen een belangrijke deel van de feiten voor hun rekening. Een rondvraag in het kader van het Europese voorzitterschap van België betreffende de activiteit van de rondtrekkende dadergroepen in de Europese Unie toont aan dat ook andere lidstaten geconfronteerd worden met deze problematiek. De dadergroepen maken dankbaar gebruik van landse grenzen om zich te onttrekken aan ontopsporing, bijvoorbeeld door de metalen te stelen in één land, de goederen te verkopen in een tweede land en te verblijven in een derde land. Dus internationale samenwerking is dus wel degelijk aan de orde en dat is deze internationale samenwerking met de buurlanden die we moeten absoluut versterken. Jan van Maas. Ik dank mevrouw de minister voor haar antwoord en het verheugt mij te horen dat er inderdaad overleg gaat zijn met de buurlanden. Want bijvoorbeeld Nederland heeft sinds midden verleden jaar al een integrale aanpak gelanceerd om koperdiefstallen tegen te gaan. Dus ik hoop dat het nuttig is en dat u daar een aantal maatregelen kan van opsteken die dan hier ook effect kunnen hebben. En ik zal dat blijven opvolgen. Het incident is gesloten.
En ik heb nu 3 vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, waar de minister denk ik ofwel 1 antwoord op geeft ofwel gezamenlijk antwoord. Het zijn de vragen van collega Laarmans, De Winter en Miller. Dus als u akkoord gaat, kunnen ze na elkaar worden gesteld en dan kan de minister daarop antwoorden. Eerst komt aan de orde de heer Laarmans met zijn vraag over de aanslag op een moskee in Anderlecht. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, men kan de aanslag op de Sjiitische moskee in Anderlecht niet wegwuiven als een toevallig incident, zeker niet na wat er in Frankrijk 2 weken nadien gebeurde. Het bleek immers een uiting van soenitische haat tegen andersdenkenden. In een opmerkelijk artikel in het laatste nieuws van 14 maart lezen we in dat verband toch enkele zeer merkwaardige kanttekeningen van UCL-professor Felice Dassetto. Die expert stelt vast dat het aantal salafisten in Brussel en daarbuiten zien erover toeneemt. Vele duizenden is geen overschatting, zegt hij, want ze zijn extreem goed georganiseerd, onder meer dankzij de geldstromen die rechtstreeks uit Saoedi-Arabië komen. En volgens Dassetto werven zij massaal nieuwe leden door middel van websites, dvd's en lezingen in moskeeën door imams als Rashid Haddad. Onder meer in de grote moskee in het Brusselse Jubelpark lokt die laatste met zijn lezingen vele honderden jongeren. Ook zijn preken op YouTube worden vele duizenden keren herbekeken. En de staatsveiligheid zei daarover, in ons land zijn intussen al Arabieren, Berbers, bekeerde Belgen en andere Europeanen, Latijns-Amerikanen, Afrikanen, Albanezen, Bosniërs, Turken en Tsjetsjenen actief in salafistische middens. En in de kranten van het afgelopen weekend zei dan Alain Wienans, hoofd van de staatsveiligheid. De staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. En trouwens ook de 7-voudige moordenaar Mohamed Merah in Frankrijk behoorde tot een salafistische groepering. Kan u bevestigen, mevrouw de minister, dat het aantal extreme soenieten snel toeneemt en dat onder andere in de grote moskee in het Jubelpark regelmatig salafistische, anti-westerse lezingen worden georganiseerd? En 2, welke maatregelen neemt u om de buitenlandse financiering van de salafistische beweging af te snijden, verdere recrutering te beletten en de verspreiding van dit soort salafistische propaganda te verhinderen? De collega, het woord is aan de heer De Winter. Mevrouw de minister, de aanslagen gepleegd door Mohamed Merah in Toulouse, die hebben ook bij ons wel wat naschokken veroorzaakt. In die mate dat de grote baas van de Belgische staatsveiligheid, de heer Alain Wienans, zich toch een aantal terechte vragen heeft gesteld in een aantal interviews in de Nederlandstalige en ik dacht ook de Franstalige pers, omtrent het optreden van een aantal groepen van salafistische inslag hier bij ons. Niet in het minst Sharia for Belgium. En het hoofd van de Belgische staatsveiligheid heeft in de krant gezegd dat hij het optreden van Sharia for Belgium als problematisch beschouwt, dat hij van oordeel is dat in analogie met zusterverenigingen van Sharia for Belgium in het buitenland ook hier een verbod van die organisatie aan de orde zou moeten kunnen zijn, maar dat er een probleem is omdat er bij ons geen voldoende wettelijk kader is ter zake om een dergelijk verbod ook in de praktijk te kunnen brengen. En de heer Wienans die zegt in de krant, ik wacht af welk antwoord de staatsveiligheid krijgt op haar oproep. Aangezien de staatsveiligheid en het hoofd van de staatsveiligheid in dit land niet in het parlement zetelt, in andere landen is dat soms wel zo, maar goed, die zijn er ook iets minder democratisch dan de onze, ben ik graag zijn tolk. En ik vraag aan u welk antwoord de staatsveiligheid krijgt op de oproep die zij hebben gelanceerd in de pers. Want wanneer de grote baas van de staatsveiligheid het nodig vindt om dergelijke zaken in de pers te ventileren,
dan wijst dat er meestal op dat ze geen gehoor krijgen via de andere kanalen waarover zij beschikken om op uw dienst en dat van de regering beroep te doen. En ik denk inderdaad, mevrouw de minister, dat de oproep van de staatsveiligheid niet in dovemans oren mag vallen. Want meneer Wienans heeft in de krant ook duidelijk gezegd, kijk wat daar in Frankrijk en ook elders in Europa gebeurt. Dat kan bij ons even goed het geval zijn. We zitten hier met hetzelfde probleem, alleen hebben we het niet de wettelijke middelen om die op een afdoende manier te bestrijden. Dus snel en efficiënt ingrijpen is noodzakelijk. En mijn vraag aan u is, gaat u, ja dan nee, snel, namens de regering een wetsontwerp indienen die het mogelijk moet maken dat er een wettelijk kader komt om dergelijke verenigingen die oproepen tot geweld inderdaad buiten de wet te plaatsen en hen te verbieden. Dank u, meneer De Winter. La parole est à monsieur Miller. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, les événements qui se sont déroulés à Toulouse et à Montauban ce mois-ci, ainsi que l'attentat à l'encontre de la mosquée chiite à Anderlecht, doivent, me semble-t-il, susciter davantage que la réflexion. Et je crois qu'ils appellent une réponse démocratique. Alors, en vous adressant cette question d'actualité, mes intentions sont multiples. La première, c'est la lutte contre la criminalité terroriste. La deuxième, c'est insister sur la nécessité de ne plus aborder ce type de questions selon des considérations d'ordre nationaliste ou encore selon des considérations d'ordre religieux. Car on aboutit alors à des contradictions qui nous amènent à développer des analyses oiseuses et finalement à ne pas agir. Et donc, à travers la question d'actualité que je vous adresse, je voudrais vraiment insister sur ce point-là. Si on laisse se développer ce type d'acte, ce type de conduite, le seul résultat, ce sera finalement d'aboutir à stigmatiser toute la population musulmane qui vit dans notre pays, c'est-à-dire quelques 600 000 personnes. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est absolument nécessaire d'aborder les événements qui se sont passés, les déclarations qui ont été faites à ce sujet par la hiérarchie de la sûreté de l'État, de les aborder uniquement sous l'angle de la criminalité. Ce sont des actes criminels qui sont posés, qui ont été posés, qui peuvent être posés par ce type de personnes. Et lorsque je reprends les déclarations d'administrateur général de la Sûreté de l'État, il expliquait dimanche publiquement, je cite, « Ces derniers temps, nous avons constaté une augmentation du radicalisme et du danger extrémiste, voire terroriste. Une minorité se rend dans les pays djihadistes et suit des entraînements militaires. Cela devient dangereux pour la Belgique quand ces gens-là reviennent sur le territoire. » Donc, madame la ministre, ma question est simple. Comment envisagez-vous de pouvoir permettre à la sûreté de l'État d'utiliser les renseignements qu'elle a en sa possession afin tout simplement de pouvoir d'une certaine façon anticiper les actes qui pourraient être posés par ce type de personnes. Je crois que nous avons intérêt à dépasser le stade de la réflexion, à dépasser le stade du questionnement. Il faut absolument essayer de préserver notre population d'un type de terrorisme délocalisé qui est actuellement craint par tous les services de sécurité en Europe. Donc la question est simple, madame la ministre, que pensez-vous pouvoir prendre comme mesure à cet égard? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Miller. La parole est à madame la ministre. Voilà, je voudrais juste me permettre de faire deux, trois petites considérations préliminaires avant de répondre point par point aux différentes questions. D'abord, monsieur Miller, nous n'en sommes plus au stade de la réflexion, nous sommes au stade de l'action, même si elle n'est pas toujours publique et vous comprendrez les raisons de sa non-publicité. Deux, je voudrais dire que
La problématique qu'on évoque est une problématique sérieuse, prise fortement au sérieux tant par le gouvernement que par moi-même, et nous n'avons pas attendu les derniers événements, et en tout cas sûrement pas moi, pour prendre, dès ma prise de fonction, une série d'initiatives de contact et de rencontres avec les différents services sur ce sujet-là, qui me préoccupe, parce que, à la fois, nous devons renforcer notre lutte contre le radicalisme en raison du danger qu'il peut comporter en matière de criminalité, de protection des personnes, de lien, le cas échéant, avec le terrorisme, mais aussi, et je parle alors peut-être avec mon autre casquette de ministre de l'Égalité des Chances, parce que c'est en luttant avec force contre le radicalisme que nous pourrons enfin éviter ces amalgames à l'égard d'une population musulmane chez nous qui mérite le respect, dont la religion mérite le respect, et dont il faut éviter justement l'amalgame avec les groupuscules radicaux. Et pour cette double raison-là, c'est une lutte qui est une priorité et que je partage. Et par ailleurs, je ne vais pas ici jouer ni à l'historienne, ni à la sociologue, ni à l'islamologue, ni en quoi que ce soit, je vais me limiter aux différents aspects plus opérationnels qui relèvent d'une ministre de l'Intérieur. Et je vais aborder les différents points sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous sommes en train d'avancer au niveau de ces différents aspects. Indus eerst en vooral de actieplan tegen de radicalisme. In het raam van het actieplan radicalisme heeft het College voor Inlichting en Veiligheid op juni 2011 een pakket van maatregelen goedgekeurd die tot de bevoegdheid behoren van de verschillende betrokkenen diensten en die gebaseerd zijn op een aantal bestaande wetten. Dus er bestaat nu een pakket van maatregelen en initiatieven die natuurlijk totaal recent zijn. En sinds december, toen ik minister van Binnenlandse Zaken was, heb ik een groot aantal vergaderingen gehad, verschillende vergaderingen met de verschillende diensten over dit probleem, en namelijk met het OCAT, met de Veiligheidsstaat enzovoort. En ik heb gevraagd om zo snel mogelijk aanvullende operationele maatregelen voor te stellen. En ik verwacht dat ik na Pasen een aanvullende maatregelenpakket zal krijgen. En donc j'ai demandé, au-delà de toutes les mesures déjà prises, sur une série de points que j'ai analysé avec les services, que l'on puisse avancer sur des aspects purement opérationnels, dont je ne vais pas faire la grande description ici pour les raisons que vous comprendrez bien, mais le travail est quasiment fini et j'ai encore eu une rencontre avec des services sur ce point la semaine prochaine. Risook de Federale Preventie Strategie tegen gewelddadige radicalisering en polarisering. En dus een dergelijke aanpak overstijgt heel wat verschillende bevoegdheidsniveaus, zoals jeugdwerking, maatschappelijke integratie, onderwijs enzovoort. En beoogt onder meer de weerbaarheid ten opzichte van dit radicale discours te verhogen. En dus, we hebben nu een nieuwe strategie die klaar is, veilig en respectvol samenleven, dat is de naam. En dat deze strategie zal voorgelegd worden aan het Comité voor Inlichtingen en Veiligheid na Pasen. Drie, over de coördinatie in het algemeen. En dus sinds de aanslag in de moskee heb ik ook de verschillende vergaderingen gehad met de bevoegde diensten en alle maatregelen in zaak bescherming en toezicht zijn genomen. En namelijk ook wat de Joodse gemeenschap betreft. Ik heb al drie keer de Joodse gemeenschap ontmoet en een aantal aanvullende maatregelen voor de bescherming van deze gemeenschap genomen. En natuurlijk, gezien de vertrouwelijkheid van deze initiatief, kan ik daar niet meer over zeggen. En dus, na Pasen zullen we een nieuw comité voor inlichtingen en veiligheid over dit specifieke thema hebben. En natuurlijk bestudeer ik momenteel ook of er wetwijzigingen nodig zijn om doeltreffender te kunnen optreden en om onze wettelijke kader te versterken. Et donc sur toutes les questions que certains membres ont posées par rapport à une réflexion sur
un renforcement de notre base légale. Il y avait d'abord une série de propositions qui ont été faites par certains services il y a 2 ans, mais qui n'avaient pas été suivies des faits. Je suis en train d'analyser point par point, tant sur base de ce qui se passe à l'étranger que sur base de différentes propositions, la nécessité de renforcer notre cadre législatif sur différents aspects, tant infractionnels, pénaux qu'aussi administratifs notamment, et en ce qui concerne les techniques spéciales également. The upgrading in community policing and prevention of radicalization, that is the project COBRA, is een van de prioriteiten van de federale politie. Zo wordt uitgebreid tot de lokale politiezone, opdat men sneller de eerste tekenen van de radicalisering zou kunnen herkennen. En dus in mijn beleidnota ben ik ook van plan deze vorming te versterken. En dat is ook in opdracht voor de nieuwe commissaris-generaal. In het kader van het begrotingsconclave heb ik ook een uitbreiding van het politiebestand verkregen en een deel van dat personeel zag zich met dat dossier bezighouden. En ik zal die maatregelen eerlang voorstellen. Wat de staatsveiligheid betreft, natuurlijk, de staatsveiligheid ressorteert onder justitie, maar de staatsveiligheid is bezig nu met verschillende actie en de opvolging van sommige mensen. En de politiediensten besteden ook in bijzondere aandacht aan het detecteren en opvolgen van dergelijke individuen. En indien daden worden vastgesteld die een misdrijf kunnen inhouden, worden de gerechtelijke overheden hiervan ingelicht, die beslissen over een eventueel verder onderzoek. En tevens wordt het OCAT ingelicht met het oog op een dreigingsanalyse en indien nodig het nemen van beschermde maatregelen. Et il y a en plus, entre les différents services, toute une organisation en termes d'échange d'informations qui est organisée pour qu'il y ait immédiatement, dès qu'il y a une information entre l'ensemble du parquet fédéral, de l'OCAM, de la police ou de la sûreté, tout de suite un échange opérationnel d'informations. Et comme vous le savez, la justice a déjà intenté et intente d'ailleurs ces dernières années quelques procès contre Sharia for Belgium, comme vous le savez. Alors, pour conclure, au-delà du plan d'action qui existe déjà, tant sur le plan opérationnel que sur le plan législatif, que sur le plan de la prévention, que sur le plan aussi de la politique des visas, et j'y suis aussi très très attentive, et je vais aussi, sur base de différents éléments qui sont en ma possession, avoir une concertation avec la secrétaire d'État compétente. En ce qui concerne aussi la réforme de du culte musulman, nous sommes en train de travailler sur différents aspects pour envisager une approche qui soit évidemment la plus efficace et la plus transversale possible, tout en évitant les amalgames douloureux et en évitant que cette problématique soit instrumentalisée à des fins ou politiques ou dans le but de monter des groupes de personnes contre les autres. On est ici, comme le disait M. Miller, dans des aspects purement de criminalité ciblée qu'on ne peut pas ignorer, mais à l'égard desquelles nous ne pouvons pas faire d'amalgame avec l'ensemble de la population musulmane. Merci, Madame la Ministre. Meneer Laamans. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Ik moet toch zeggen dat het antwoord heel, heel vaag is en dat we eigenlijk als kleutertjes worden behandeld hier in de Senaat. Hè. Ik had gevraagd of de minister kan bevestigen inderdaad dat de aantallen van die extreme soenieten, van die salafisten toenemen, dat er inderdaad anti-westerse lezingen in de grote moskee in het Jubelpark worden gehouden. Geen antwoord gekregen. Ik heb gevraagd wat zal de minister doen in zaken de financiering van die salafistische beweging. Geen antwoord. De verdere recrutering, verspreiding van salafistische propaganda. Geen antwoord. De minister zegt alleen, ik heb een pakket maatregelen. Zeer recent maatregelen, maar wat voor maatregelen? Dat is nergens gezegd. De minister heeft vergaderd. De minister heeft een federale preventieve strategie, een nieuwe strategie voor veiligheid en respectvol samenleven. Maar wat dat concreet allemaal inhoudt, daar hebben we eigenlijk het raden naar. Ik vind dat wij toch wel als parlement eigenlijk in de hoek worden gezet, als kleutertjes worden behandeld. Er is geen antwoord op de concrete vragen en men weigert man en paard te noemen. Dat vind ik zo spijtig. Men negeert eigenlijk de vragen die wij hier stellen. Ik vind dit eigenlijk beneden alle peil. Dank u, meneer Laamans. Meneer De Winter. Ja, mevrouw de minister, u hebt het gehad over uw actieplan radicalisme en over het plan veilig en respectvol samenleven.
Zoals dat meestal het geval is tegenwoordig, u bezondigt u zich aan het politiek correcte denken en durft u niet de problemen bij naam te benoemen. Het gaat hier niet over radicalisme, hè. Het gaat hier over moslimfundamentalisme. Het gaat over islamterrorisme, zo noemt dat. Ja, en ik kan er ook niet aan doen dat, en ik weet het wel, ik zeg niet dat iedere moslim een terrorist is, maar ik stel wel vast dat vandaag de dag quasi iedere terrorist een moslim is. En u moet een actieplan ontwikkelen dat zich toespitst op deze specifieke problematiek. En als u rond de pot blijft draaien, omdat u schrik hebt om een aantal kiezers en doelgroepen die misschien tot uw electoraat behoren voor het hoofd te stoten, dan zullen we zeer binnenkort hetzelfde meemaken als in Toulouse, meemaken wat we ook elders in Europa al verschillende keren hebben zien gebeuren. Verdrink de vis niet, omwille van politieke correctheid, omwille van ideologische en politieke redenen, want dat is hetgeen u mag straks antwoorden, mevrouw de minister. Ik ben aan het woord, u niet. U mag straks antwoorden, daar zit de voorzitter, die verleent het woord. Ik ben niet onder de indruk van minister Zuiverhuis, wat dat betreft. Mevrouw de minister, u slaat de bal dus volkomen fout. En als er op het grondgebied van dit land nieuwe aanslagen zich voordoen, dan bent u verantwoordelijk door het getallen, door het feit dat u weigert om de problemen onder ogen te zien en de noodzakelijke maatregelen te nemen. De grote bal van de staatsveiligheid die dringt aan op een wettelijk kader om dit soort van organisaties buiten de wet te zetten. U wat is uw antwoord ter zake? Okay. Laat het gezwets en het rond de pot draaien achterwege. Wat is uw antwoord? Komt er snel een dergelijke wet op vraag van meneer Wienans of komt die er niet? Dat is hetgene wat ik wil weten. En al het politiek correcte verhaaltje, laat dat voor uw kiezers. Ik heb daar geen boodschap aan. En de toekomstige slachtoffers van het terrorisme. Dank u wel. Het woord, la parole aan monsieur Miller. Merci, Madame la Présidente. J'estime, mais tout au contraire, et je ne le dis pas uniquement en réponse aux deux intervenants précédents, j'estime tout au contraire que la réponse de Madame la Ministre était tout à fait ce qui est pertinente et c'était ce que nous attendions. À savoir que ce n'était pas une réponse qui considérait les parlementaires et les sénateurs comme des enfants, comme ça vient d'être dit, c'était une réponse qui s'adressait à des adultes. Des adultes démocrates, des adultes qui sont fort attentifs au succès du vivre ensemble dans une société qui est de plus en plus complexe. Et j'estime que Madame la Ministre a apporté les éléments de réponse nécessaires et suffisants. Bien entendu, nous continuerons à suivre ce dossier parce que c'est un dossier absolument fondamental pour notre pays. Et j'estime que la réponse que Madame la Ministre vient d'apporter au nom de notre gouvernement est la réponse qui peut garantir la sauvegarde de la société belge. Il faut avancer de cette façon-là. Et moi, je retiens comme enseignement important de cette réponse ce qu'elle a dit. Elle a dit il faut cesser de traiter cela selon les fondamentalismes religieux et autres, et nationalités, etc. Il s'agit de criminalité. Et c'est parce qu'il s'agit de criminalité que des lois peuvent être prises et que des lois peuvent être efficaces. Je remercie donc Madame la Ministre. Merci, Monsieur Millen. L'incident est clos. À l'ordre du jour est la question orale de Monsieur Depré à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur la révision des accords de Schengen. Problème de micro, monsieur Depré, attendez, on va essayer de le résoudre. Ah, voilà. Je crie plus fort. Non, vous avez une bonne voix, ça va. Merci, madame la présidente. Donc, je répète, les accords de Schengen sont une des plus grandes réussites pour l'Union européenne, même s'ils font l'objet, à certains moments, d'une utilisation douteuse. Le président français, Nicolas Sarkozy vient tout récemment de déclarer que les accords de Schengen devaient être révisés afin d'empêcher que l'Europe ne se transforme, je cite, en passoire et a menacé de suspendre la participation de la France si un gouvernement politique de Schengen n'était pas mis en place dans les 12 mois. Pour Nicolas Sarkozy, les accords de Schengen ne permettent plus de répondre à la gravité de la situation.
D'après lui, il faut mettre en œuvre pour Schengen une réforme aussi structurelle que celle que nous venons de mettre en œuvre pour l'euro. Il faut, dit-il, un gouvernement politique de Schengen comme il y a désormais un gouvernement de la zone euro. Il faut une discipline commune dans le contrôle aux frontières comme il y a une discipline commune en matière de finances publiques dans la zone euro. Là, je dois dire que je suis d'accord avec lui. Il faut pouvoir sanctionner, suspendre ou exclure de Schengen un État défaillant comme on peut sanctionner un État de la zone euro qui ne remplirait pas ses obligations. D'où, Madame la Ministre, mes deux questions. Le gouvernement belge, je rappelle que la Belgique appartient au groupe des 6 pays qui ont signé les premiers accords de Schengen. Le gouvernement belge estime-t-il qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une réforme structurelle du dispositif Schengen qui permettrait notamment d'exclure un pays de ce dispositif? Deuxièmement, sachant que ce dispositif Schengen appartient aujourd'hui à l'acquis communautaire, le gouvernement belge estime-t-il opportun de créer un gouvernement politique de Schengen à côté ou au-dessus des instances communautaires qui le régissent actuellement? Merci, Monsieur Depré. La parole est à Madame la Ministre. Voilà, je remercie Monsieur Depré pour sa question qui parlait parfois d'utilisation douteuse de la problématique de la révision des accords de Schengen. Et quand on fait un peu les quelques rétroactes de ces derniers mois, on se rend compte de la manière dont parfois certaines évolutions peuvent être utilisées par certains à des fins électorales. Bref, donc comme vous le savez, l'année passée, la coopération Schengen a été sérieusement mise sous pression, surtout en conséquence de la crise liée aux réfugiés dans la région de la Méditerranée. Là aussi, c'était la Grèce, mais pour d'autres raisons celles dont on parle pour le moment. C'est vrai qu'en réaction à ces problèmes, le Conseil européen a décidé, lors de sa séance du 24 juin 2011, sans doute que Nicolas Sarkozy avait oublié quand il a fait son interview il y a peu, un certain nombre de mesures pour réformer et renforcer la gestion de la zone Schengen et la réglementation applicable. Et donc la réforme demandée, elle est en cours depuis le 24 juin 2011. Et c'est dans ce cadre que la Commission européenne a proposé déjà deux propositions législatives. Il y a la première qui concerne une adaptation approfondie du code frontière Schengen et qui prévoit notamment un mécanisme qui permet de soutenir et d'assister les États membres confrontés à une lourde pression à leurs frontières externes, avec la possibilité prévue de réinstaurer dans des situations critiques des contrôles frontaliers avec les États membres qui ne sont plus en mesure de respecter l'acquis de Schengen. Donc, les propos entendus n'avaient rien de très révolutionnaire. Et la deuxième proposition vise un mécanisme de surveillance et d'évaluation plus efficace et fiable de la coopération Schengen. Donc, ces deux propositions sont toujours discutées dans des groupes de travail techniques. Et évidemment que le gouvernement belge et la Belgique soutiennent pleinement l'objectif qui a été poursuivi par ces initiatives, dans la mesure où elles visent à renforcer la coopération Schengen. Et on espère qu'elles pourront très rapidement être approuvées par le Conseil et le Parlement européen. C'est pour répondre à votre première question. Deuxième, en ce qui concerne la gouvernance, alors il est vrai qu'il a été décidé, c'est très récent, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres de l'Intérieur et de la Justice, donc déjà du 8 mars 2012, de mener à l'avenir régulièrement au niveau ministériel des discussions relatives au fonctionnement de la coopération Schengen, à un plan plus politique et avec des éléments d'analyse un tout petit peu plus visionnaires. Et donc ces discussions stratégiques vont désormais se dérouler au sein des instances communautaires, donc pas en dehors, à savoir le comité mixte où sont représentés les ministres compétents de tous les États membres de l'Union européenne et des pays associés de Schengen. Et donc ce genre de discussion devrait principalement permettre de pouvoir appréhender rapidement au niveau politique les nouvelles tendances et développements et détecter d'éventuels problèmes à un stade précoce et les initiatives rapides que l'on doit pouvoir prendre pour contrer l'une ou l'autre évolution. On a une première discussion sur ce point qui aura lieu au mois de juin et qui sera basé sur le rapport que prépare la Commission européenne dans les semaines qui viennent. Et donc, en termes de gouvernance, c'est par ce biais-là qu'on va essayer de faire cette espèce de, je ne dirais pas gouvernement de la zone Schengen, mais en tout cas une meilleure coordination avec une vision beaucoup plus politique, beaucoup plus régulière et plus coordonnée que uniquement la présence dans les conseils JAI. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Depré.
Merci, Madame la Ministre. Mais vous avez donné globalement la réponse que j'attendais. Je note en tout cas avec satisfaction que ce gouvernement politique dont il a été question à grand fracas dans l'interview du candidat à président de la République, c'est le Conseil Jai, en fait, qui va faire un rôle plus politique. Donc c'est le Conseil des ministres, donc c'est une instance communautaire qui existe maintenant et qui va voir son rôle élargi et renforcé. Donc ça, c'est parfaitement cohérent avec ce que la Belgique a toujours défendu sur le plan du fonctionnement des institutions communautaires. Une petite remarque concernant ma première question. Je sais quelles sont les démarches qui sont en cours au niveau de Schengen, mais il n'y en a pas, me semble-t-il, et vous n'avez pas répondu à cette question. Je demandais si le gouvernement belge est favorable à un dispositif qui permette d'exclure un pays de ce dispositif. Le fait de pouvoir suspendre, réintroduire un contrôle temporaire aux frontières quand il y a de grands événements, un afflux massif ou qu'un État n'est pas capable de faire face, c'était déjà en partie prévu dans le dispositif Schengen maintenant. On ne fait que l'élargir à l'une ou l'autre situation. Mais donc, de votre réponse, je trouve qu'on peut disqualifier les rodomontades d'un candidat qui vise à donner à des choses qui sont en cours une dimension qu'elles n'ont pas. Oui, vous voulez répondre, Mme la ministre ? Non, mais juste sur cette dernière question, c'est un point qui n'avait pas rallié le consensus, d'aller jusqu'à l'exclusion, mais qui peut à un moment revenir si l'évaluation démontre que ce point doit revenir dans les discussions. Mais au moment où ces discussions ont eu lieu, disons qu'on n'a pas été jusqu'au dernier point que vous évoquez. Oui. Non, mais je vous comprends. Il y a deux manières d'avoir une exclusion du dispositif Schengen. On peut suspendre temporairement le droit à partir d'un pays de circuler librement dans les autres pays de la zone. Ça, c'est une suspension temporaire. On réintroduit les contrôles aux frontières où il y a une exclusion en disant vous ne faites plus partie de la zone Schengen, donc à partir de maintenant, vos citoyens ne peuvent plus circuler librement. Et j'ai eu l'impression que c'était ça qui était visé dans la déclaration du candidat dont je vous ai parlé. Mais j'apprends et je crois comprendre que ce n'est pas la position du gouvernement belge. En tout cas, oui. Pas ce qui a rallié le consensus au moment du débat en juin, qui peut toujours revenir. Mais donc, c'est vrai que ce point-là n'appartient pas au mécanisme en cours. Nous, ce que nous avons soutenu, c'est le mécanisme en cours. Mais donc, s'il s'avérait que la problématique persiste, on devra peut-être passer à une vitesse supérieure. Mais on le verra maintenant avec l'évolution du mécanisme, peut-être qu'on va le mettre en œuvre et de voir si, avec la suspension, ce n'est pas suffisant. Je vous remercie. L'incident est clos. À l'ordre du jour est la question de Mme Thibault, à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, sur le transfert de données des passagers européens aux autorités américaines. Mme Thibault, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, ma question concerne le transfert des données des passagers européens aux autorités américaines, droits fondamentaux des citoyens européens marchandés sous la pression. Alors, Madame la Ministre, un nouvel accord sur le transfert de données des passagers aériens européens aux autorités américaines, plus communément appelé accord PNR Union européenne-États-Unis, a été approuvé grâce à une courte majorité par la Commission des libertés civiles du Parlement européen ce mardi 28 mars. Les conservateurs et les eurosceptiques ont voté pour, tandis que les libéraux, les verts et les communistes ont voté contre, car ils considèrent que les garanties de protection des données prévues dans l'accord ne satisfont pas les normes européennes. Donc les socialistes, pour leur part, se sont montrés divisés au moment du vote. Alors, le rapport européen, Sophia de Velt, a commenté après le vote, les résultats du vote montrent visiblement les fortes réserves à l'égard de l'accord. Toutefois, les États-Unis ont clairement indiqué qu'il répondrait à un non par la suspension des exemptions de visa pour voyager aux États-Unis. De nombreux collègues, naturellement, n'ont pas voulu faire ce sacrifice, mais il est très regrettable que les droits fondamentaux des citoyens européens aient été marchandés sous la pression des États-Unis. Le même jour, suite à l'initiative de la sénatrice écolo Claudia Nissen, la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat adoptait également, grâce à une majorité encore plus courte, 7 voix pour, 6 contre et 2 abstentions, un avis mitigé concernant cet accord. Alors, si on aligne ces votes aux côtés des abstentions de l'Allemagne, de l'Autriche, lors de l'adoption de l'accord au Conseil européen, force est de constater que les craintes de non-respect des normes tant belges qu'européennes en matière de protection de la vie privée sont plus que partagées.
Madame la ministre, voici mes questions. Confirmez-vous les propos émis par la rapporteure selon lesquels les droits fondamentaux des citoyens européens ont été marchandés sous la pression des États-Unis? Étant donné l'ensemble des réserves, abstention d'Allemagne, de l'Autriche, remises en question par de nombreuses institutions européennes, dont le contrôle européen de la protection des données, avis négatif également, avis négatif d'initiative de notre commission de protection de la vie privée à propos de la précédente version de l'accord et non consultation de cette commission à propos de la version actuelle, étant donné les nombreuses limites et dangers que recèle cet accord en termes de proportionnalité, de transfert des données relatives aux conventions religieuses ou à la santé de profilage, considérant également que ce texte pourrait se voir refusé lors d'un vote en séance plénière du Parlement européen, Madame la ministre, n'estimez-vous pas que ce texte devrait être examiné au niveau de la Belgique? Je vous remercie pour votre réponse. Merci Madame Thibault. La parole est à Madame la ministre. Donc, l'accord dont vous parlez entre l'Union européenne et les États-Unis sur le transfert des données sur les passagers, donc le fameux PNR, est le fruit d'une renégociation vraiment complète qui a eu lieu de cet accord de 2007, comme l'avait demandé le Parlement européen. Cet accord de 2007 est actuellement d'application et les données PNR sont actuellement transmises aux autorités américaines. Alors, ce qu'on a tendance peut-être à oublier. Alors, reconnaissons quand même que, malgré quelques éléments négatifs sur lesquels je vais revenir, le nouvel accord comprend de nombreuses améliorations par rapport à la situation actuelle, qui se déroule tous les jours, et qui sont reprises dans l'avis adopté par la Commission de l'Intérieur du Sénat ce mardi. Par exemple, le fait que l'accord comprend des règles détaillées et contraignantes sur la protection des données. Cet accord et les lois américaines applicables garantissent d'ailleurs à nos citoyens des recours administratifs et judiciaires devant les autorités et juridictions américaines pour faire valoir les droits qui sont garantis par l'accord. C'est nouveau et c'est important. Deux, le contrôle interne et externe au Department of Homeland Security, qui est expressément prévu pour le respect des règles de protection des données. C'est aussi nouveau. Et en outre, le champ d'application qui est clairement limité à la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave transnationale, et ces éléments sont beaucoup mieux définis. Donc par rapport à la situation actuelle, voilà quand même des avancées importantes qui renforcent les droits des citoyens européens. Par ailleurs, il y a une évaluation de cet accord par une équipe européenne et américaine qui a confirmé le besoin d'un système de collecte et d'analyse des données PNR pour lutter efficacement contre le terrorisme. Alors, j'admets également, comme vous, que certains aspects ponctuels de l'accord ne correspondaient pas à ce que l'Union aurait voulu, et évidemment encore moins à ce que la Belgique, sur certains points, aurait voulu, notamment en ce qui concerne les périodes de conservation des données. Mais il est vrai qu'au moment d'approuver la signature de l'accord en décembre, qui a quand même été approuvé par 25 pays sur 27, puisqu'il y a seule l'Allemagne et l'Autriche qui se sont abstenus, n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus, le gouvernement a analysé l'accord dans sa globalité et a conclu que la Commission avait été le plus loin possible dans ce qu'elle pouvait obtenir avec une amélioration des garanties suffisantes pour encadrer l'ensemble du système, même si nous aurions aimé, sur certains points, évidemment, aller plus loin. Outre les règles de protection des données, l'accord prévoit un examen conjoint de la mise en œuvre de l'accord après un an par des équipes d'évaluation des deux parties. Et l'Union européenne et ses États membres, et la Belgique en particulier, veilleront évidemment à ce que cet examen soit rigoureux et très approfondi. Et si des manquements ou des excès sont constatés, les mesures nécessaires seront prises et une dénonciation de l'accord est toujours possible. Une réévaluation globale de l'accord est en tout cas prévue tous les 4 ans. Alors maintenant, nous attendons la décision du Parlement européen, puisque c'est sur cette base que cet accord sera ou pas confirmé. Mais vous pouvez en tout cas compter sur notre extrême vigilance dans l'accompagnement et le suivi de cet accord. Merci Madame la Ministre. Madame Thibault. Bien, je vous remercie pour votre réponse Madame la Ministre. Donc je ne nie pas les nombreuses améliorations que vous avez citées, mais je reste quand même tout à fait sceptique par rapport justement à la finesse, à la sécurité que nous aurons demain. Et donc, je regrette au bout du compte que nous ne soyons pas plus proactifs,
que nous soyons frileux sur ce sujet et que nous n'ayons plus cette capacité d'indignation, cette capacité de pouvoir dire non, on fait autrement. Nous avons pu montrer par le passé que nous pouvions être progressistes à l'image de cet outil qui est l'outil de compétence universelle et qu'on pouvait aller plus loin. Et donc moi, je regrette cette Belgique-là. L'incident est clos. Aan de orde is de vraag van collega Dirk Klaas aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en gelijke kansen over de dreigende staking van de luchtvaartpolitie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte mevrouw de vice-eerste minister, geachte collega's. Begin deze week werd er nog gedreigd met acties op de luchthaven van Zaventem. Er werd hier omtrent een stakingsaanzegging ingediend. En met de start van de paasvakantie in het vooruitzicht zou dat toch wel tot grote hinder leiden. We moeten weten dat er in dit verlengde weekend toch, heeft vandaag in de kranten gestaan, 150.000 reizigers vertrekken vanaf Zaventem. De oorzaken van de stakingsdreiging zijn onder andere de zware werkdruk en werkomstandigheden als gevolg van een chronische onderbezetting van het personeel bij de luchthavenpolitie. Eerder gaf u te kennen extra politiemanschappen te willen aanwerven. Maar dit plan werd omwille van budgettaire beperkingen nog niet volledig uitgevoerd, wel ten dele. Voorts moet er vanzelfsprekend steeds over gewaakt worden dat natuurlijk de veiligheid op onze luchthaven niet in het gedrang komt. Gisteren was er op uw kabinet een reeds lang geplande overlegvergadering waarop dat de verschillende bonden aanwezig waren. Graag had ik aan u dan ook de volgende vragen gesteld en het volgende te weten gekomen. Werd dit dossier gisteren op de overlegvergadering op uw kabinet aangekaart? En werd er een voorlopige oplossing gevonden? En hoe ziet die oplossing eruit? Is de stakingsdreiging voorlopig afgewend? We hebben vandaag in de kranten kunnen lezen dat dat wel zo zou zijn. Kan de minister verzekeren dat de paasuittocht op de luchthaven vlot en zeker zal verlopen? En we weten ondertussen ook dat er ongeveer 150.000 reizigers deze dagen vertrekken. Dank u, collega. Het woord is aan mevrouw de minister. Ja, dus ik kan u bevestigen dat we gisteren ruimschoots tijd hebben genomen om de ingediende stakingsaanzegging te bespreken met de representatieve vakbonden. Daarbij hebben alle gesprekspartners oog gehad voor alle belangen, dus ook die van de vakantiereiziger met Pasen. En het concreet resultaat van de gevoerde onderhandelingen is dat de stakingaanzegging werd opgeschort tot 18 april. Dat is een goede nieuws, denk ik. Ondertussen wordt via een taskforce een methodologie ontwikkeld om alle aangekaarte aspecten te behandelen in samenwerking met de sociale partners. Het gaat onder meer over werklast, dienstplanning, personeelsbezetting, welzijn en psychosociale lasten, infrastructuur, meer bepaald de problematiek van de controleboxen, en de samenwerkingsverbanden dus betreffen met BAC. Ik heb aan de commissaris-generaal gevraagd die mee op te volgen. En maandagmiddag is er al een eerste vervolgvergadering aan de zijde van de overheid. Nadien volgen verder overleg met de sociale partners. En BAC zal ook in de dialoog worden betrokken. Dank u, mevrouw de minister. Meneer Klaas. We danken de vice-eerste minister natuurlijk voor het afwenden van de staking. Het zou nogal wat geweest zijn anders, denk ik, in Zaventem. Maar laat ons toch ook hopen dat er voor 18-4 dan verdere oplossingen gevonden worden door uw diensten, dat er geen staking hoeft te zijn. Dank. Het incident is gesloten. Aan de orde is de vraag van de heer Van Louwe aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over uw bezoek aan de Democratische Republiek Congo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, ik ben tevreden u hier vandaag te zien. Ik had u ook graag vorige week hier gezien, maar door omstandigheden is dat niet kunnen doorgaan. Jammer genoeg. Het was nogthans, denk ik, wel een zeer urgente en actuele vraag. Nu, meneer de minister, er is behoorlijk wat discussie ontstaan, zowel hier in ons land als in Congo. Hetgeen dus ook veel zegt over de delicaatheid van het onderwerp, uw reis naar Congo.
De vraag is dan ook, is 3 maanden eigenlijk genoeg om de plooien glad te strijken? 3 maanden na dus die verkiezingen, 4 maanden zijn er ondertussen. Maar ook om te vergeten dat ons land reeds 16,5 miljoen euro Belgische steun heeft gegeven om dus die verkiezingen te laten doorgaan en dus om op die manier president Kabila aan de macht te houden. Maar is dat geld misschien ook gebruikt om militairen te mobiliseren zodat geen burgers zouden durven demonstreren? U zal ook gisteravond de beelden gezien hebben van de VRT waarbij Peter Verlinde er niet in slaagde om oppositiekandidaat Tshisekedi te gaan bezoeken. En blijkbaar slaagt niemand er op dit ogenblik in om tot bij de oppositiekandidaat Tshisekedi te geraken. Ik versta uit uw vele persconferenties die u gegeven hebt dat u de voorzitters van beide voorlopige parlementaire assemblées hebt ontmoet, net als de ministers van Buitenlandse Zaken, de minister van Financiën, en tenslotte hebt u ook gisteravond, dacht ik, Kabila zelf ontmoet. Zou u ook ons kunnen inlichten welke oppositiefiguren u hebt ontmoet? NGO's, Congolese NGO's, hebt u ook zakenmensen, eventueel Belgische zakenmensen die daar actief zijn ontmoet? En waarover hebt u dan gesproken? U heeft in Kinshasa verduidelijkt dat u niet in het land bent om het regime te legitimeren. Nochtans hebben wij de indruk, via de beelden die we gezien hebben, dat het tegenovergestelde wel eens waar zou kunnen zijn. U kondigde goed nieuws aan. Congo zal beloven om de bezorgdheden van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties te onderzoeken. De Congolese veiligheidsdiensten worden dan ook beschuldigd van ernstige schendingen van mensenrechten, waaronder moorden, folterpraktijken en willekeurige aanhoudingen. Het zou maar erg zijn als men dat verslag zomaar eventjes opzij zou leggen. Volgens de Verenigde Naties zouden er 33 personen gedood zijn en 82 personen gewond zijn tijdens het verkiezingsproces in november en begin december. Ik kan ook afleiden uit uw verklaring dat de grote schuldigen voor de onregelmatigheden van de verkiezingen volgens u en volgens Kabila zou zijn de CENI, de kiescommissie. De grotendeels door Congo zelf gefinancierde verkiezingen waren absoluut geen succes. En België, en dat hebt u ook aangekondigd, zou opnieuw 3 miljoen schenken om dus de provinciale en lokale verkiezingen mogelijk te maken, waarbij de voorwaarde dan is dat de CENI, de kiescommissie, zou verbeterd worden. Minister, u heeft het ook gehad over de reeds heeft u het ook gehad met de machthebbers, met Kabila, over de reeds geschonken 16,5 miljoen euro door België en die dus afhankelijk was van het democratisch verloop van de presidentsverkiezing. En daarvoor verwijs ik naar een persbericht van uw voorganger, minister Van Akkeren. Mijn vragen zijn dan ook zeer concreet. Heeft uw bezoek bijgedragen tot heel concrete engagementen van Congo met betrekking tot de democratische organisatie van verkiezingen? Hebt u ook garanties gekregen dat er in de toekomst daadwerkelijk een democratie zal geïnstalleerd worden? Hoeveel tijd hebt u besteed aan economische actoren, NGO's, oppositiepartijen? Hebt u ook met Kabila gesproken over het verslag van het Carter-instituut? Hebt u gesproken over het verslag van de Europese Unie dat zeer kritisch was? Het verslag van de Verenigde Naties betreffende de schendingen van de mensenrechten? Of ging het mogelijk vooral over het faciliteren van bepaalde economische contracten die slechts enkele individuele belangen van enkele individuen zouden aangaan? Ik dank u. Dank u wel, collega. Meneer de minister heeft het woord. Motion d'ordre, madame la présidente. Pardon, une question. Il n'y a rien qui est prévu dans notre règlement pour savoir combien de questions on peut poser lorsque l'on pose une question orale. On peut en poser 20. Non, on ne peut pas en poser 20. Non. Pardon? Je ne comprends pas votre question. Je viens d'entendre que l'orateur précédent a posé 20 questions. Il y a un nombre de questions par groupe. Groupe politique. Non, la présidente. Dans une seule question. On peut parler pendant 3 minutes. En fait, on pose une question globale et le ministre répond. Mais on a un temps de parole limité. Le règlement prévoit un temps de parole limité. Oui, c'était simplement parce qu'il m'a semblé qu'il y avait 20 questions dans une question. Voilà. Mais c'est bien d'essayer de bien comprendre le règlement. En principe, c'est une grande question et on a maximum 3 minutes. Voilà, la parole est au ministre après cet éclairage. Dank u, mevrouw de voorzitter, collega's, mevrouw de Lauw. Wat mijn bezoek betreft heb ik voor mijn bezoek een steun gegeven aan de kernkabinet in België. Dat is toch logisch om dat te vragen. Met ook veel vragen voor
verschillende verdedigingen van dossiers bij de Congolese overheid in verband met defensie, met politie, met gezondheidszorg. En ik heb dat gedaan gedurende mijn bezoek. Ik heb ook een gesprek gehad met mijn 26 collega's op Europese vlak. En het is logisch om dat te doen. Ik zal ook een debriefing organiseren in de volgende Raad voor Buitenlandse Betrekkingen op Europese vlak. Waarom zo'n bezoek? Twee elementen. Eerst, ik herhaal dat het mogelijk is voor Belgen om meer dan 120 miljoen euro per jaar te betalen voor ontwikkelingssamenwerking in Congo. Congo is onze eerste partner, dus wij hebben zin om naar Congo te gaan daarvoor. Ten tweede, het is ook logisch om een correcte gesprek te hebben met alle partners voor een positieve evolutie op politieke vlakken in Congo. En dus ik heb veel contact gehad, ik zal niet alle details geven, we hebben dat gezegd, met verschillende collega's, voor buitenlandse betrekkingen, voor financiën, maar ook de verschillende politieke partijen, de meerderheid, de presidentiële meerderheid, de verschillende politieke partijen van oppositie, UDPS, met de gekozen mensen in het parlement, MLC, UNC, dus veel verschillende politieke partijen van oppositie. Voor wat UDPS betreft moet ik u zeggen, ik heb drie vertegenwoordigers gezien en op, denk ik, 41 of 42 gekozen leden van het parlement, de assemblée, zullen we met rond de 37 die willen zetelen, die willen deelname aan het politiek proces in Congo. Dus het was toch logisch voor mij om contact te hebben met de verschillende actoren. Het is juist ook met president Kabila, met de civiele maatschappij, mensenrechtenverdedigers, dus NGO's vanuit de Congolese maatschappij, ook internationale organisaties zoals Carter Center of bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van de Verenigde Naties belast met mensenrecht. Enkele vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap, van de Europese Unie, van de MONUSCO en anderen. En het is juist met veel Belgen. Ik heb een contact met meer dan 200 Belgen in onze ambassade, bedrijfsleiders, vertegenwoordigers van de ontwikkelingssamenwerking en meer andere actoren in Congo. Wat zijn de verschillende mogelijke punten? Eerst en vooral heb ik hetzelfde verhaal in Congo gezegd dan hier. Dus wat de presidentsverkiezingen en parlementsverkiezingen, ik heb gezegd, het was een zeer slechte toestand voor de verzameling van de resultaten door de CENI. En het was dezelfde vaststelling hier en in Congo, ook met het president. En dus ik heb gevraagd een verbetering daarvan voor de volgende verkiezingen, dus de provinciale verkiezingen, zal het geval zijn. Niet alleen met een hervorming van de CENI, maar ook, heb ik gehoord vanuit de president zelf en vele andere acteurs, maar vanuit de president zelf, een organisatie van de volgende verkiezingen in samenwerking tussen meerderheid en oppositie. En ik heb niet gezegd, wij zullen betalen, nee. Ik heb dat gezegd in uw commissie in de Senaat. Er is een bedrag, een gereserveerd bedrag van 3 miljoen euro in België voor de volgende verkiezingen. We zullen alleen naar een betaling gaan, na zo'n hervorming, niet alleen van de CENI, maar van het hele proces. En met de waarborg dat het mogelijk zal zijn om een betere proces te hebben in samenwerking tussen oppositie en meerderheid. Dus we zullen alleen betalen met zo'n aantal condities. Ten tweede, voor een politieke dialoog. Ik heb gevraagd meer openheid tussen meerderheid en oppositie. Dus al de taak van de president zijn om een eerste minister te benoemen, maar daarna moeten we ook een meerderheid hebben in het parlement. Misschien dezelfde de presidentiële meerderheid, misschien een bredere meerderheid, zullen we zien. Er zijn verschillende partijen in oppositie die bereid zijn om in een regering te stappen. Bon, dat is al een keuze van de Congolezen, niet van België en niet van u, niet van mij. Tweede, moeten we ook een correcte samenwerking hebben tussen meerderheid en oppositie. En de vertegenwoordigers van UDPS hebben gezegd, ze willen in oppositie, zoals misschien uw partij in België, ze vragen om in oppositie te zetelen. En dus, denk ik, zal een zeer goede opportuniteit om een correcte samenwerking tussen oppositie en meerderheid te hebben. Ten slotte, mevrouw de voorzitter, er zijn zoveel dossiers in de gang. Ik heb juist veel vragen gesteld. Eerst mensenrecht. Er is een verslag van de Verenigde Naties. En ik heb gevraagd een gezamenlijk onderzoek van VN en Congo. Het is aanvaard. Ik heb zelf gevraagd een samenwerking met de verschillende NGO's daarover. Maar dus er is een positief antwoord van Congo en van de president voor wat een gezamenlijk onderzoek voor de verschillende elementen die in zo'n verslag staan. Tot tweede, economisch klimaat.
Er zijn veel vragen voor bijvoorbeeld een herziening van de landbouwwet, voor een ratificatie van onze verdrag voor de bescherming van investeringen. En ik heb ook een positief antwoord daarover. Voor natuurlijke rijkdom, u weet, het is eerst en vooral het geval voor de bescherming van het Virunga-park. Ik heb ook gevraagd om geen exploratie, geen exploitatie wat olie betreft in zo'n park te hebben. Ik heb ook een positief antwoord gekregen, maar zo'n dossier volgen in de volgende weken en maanden. En ik moet toch zeggen, er is ook een positieve beslissing van de regering voor mijn bezoek. Wij zullen een nieuwe kanselarij hebben in Kinshasa. Dus ik heb de verschillende terreinen gezien in Kinshasa. Ik heb een bedrag van 10,5 miljoen euro om een nieuwe kanselarij te hebben in Congo. En ik denk dat was een zeer nuttige bezoek met veel positieve reacties vanuit eerst de NGO's. Ik heb veel positieve reacties gezien en gehoord van de NGO's in Congo voor zo'n bezoek. Te danken, België, voor zo'n bezoek. En het is toch belangrijk om dat te horen in Congo. Ten tweede van meerderheid van de oppositie. Maar tot nu toe heb ik een echte wil voor een verandering, verschillende processen gehoord. Maar wij wachten tot en met acten nu. Het is dat die belangrijkste punt zal zijn. En u heeft gezegd, waarom zo'n kort bezoek? Ik ben bereid misschien in de volgende maand op uw vraag om voor een langere periode naar Congo te gaan. Dank u, minister. Meneer Van Loo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb geen enkele opmerking gegeven over het feit dat het een kort bezoek was. Excuseer, meneer de minister. Nu, meneer de minister, u zal ondertussen ook toch de reactie gezien hebben van de verschillende NGO's, 1111, Broederlijk Delen, Pax Christi, die vandaag u reeds gewezen hebben op het feit dat er door u te veel aan een ad hoc diplomatie werd gedaan. Zij wijzen terecht op het feit dat er eigenlijk toch nood is aan een duidelijke Congo-visie, een duidelijk Congo-beleid dat er nog niet is. Er is ook geen lange termijnvisie op het land. U hebt inderdaad een paar keer in uw mededeling gewezen op de open dialoog die uiteraard moet gebeuren. Dat lijkt een evidentie eigenlijk te zijn. Wanneer men in een democratie is, lijkt dat een evidentie te zijn. Maar dan is er meer voor nodig dan enkel maar de hervorming van de kiescommissie. Dan mag er bijvoorbeeld ook eens gedacht worden aan de hervorming van het Hooggerechtshof, aan de benoeming van onafhankelijk objectieve magistraten in dat Hooggerechtshof. Stel vast dat u daar blijkbaar toch niet over gesproken hebt. U bent dus blijkbaar vooral diplomatisch gebleven. U hebt anderzijds niet echt een kritisch signaal overgebracht aan de autoriteiten. U bent op de vlakte gebleven. U hebt dus eigenlijk gekozen voor op de vlakte te blijven, zeer diplomatisch te zijn, zonder eigenlijk te zeggen waar het daadwerkelijk op staat. Want wat heeft Congo in realiteit nodig? Dat is goed bestuur, good governance. Dat is hetgeen wat uw voorganger, een van uw voorgangers, Karel de Gucht, onder meer gezegd heeft. Goed bestuur, een rechtsstijl, een heropbouw van het leger, van politie, van justitie. En ik stel vast, het gaat hier inderdaad over de verkiezing, want die waren frauduleus, er waren onregelmatigheden. Afronden, alsjeblieft. Ik ga afronden, mevrouw de voorzitter. Ik stel vast, u bent vooral diplomatisch gebleven en u hebt niet geantwoord op mijn vraag. Hebt u eigenlijk vooral ook bepaalde economische belangen van individuen in dat land gaan bespreken? De incident is gesloten. Mais monsieur Van Loo, il y a moyen de dire des choses intelligentes en restant non, poli. Non, het incident is gesloten. Aan de orde, ik ben aan het kijken, maar mensen komen binnen en buiten. À l'ordre du jour est la question de madame Winkel, à la ministre de l'Emploi, sur la situation des travailleurs de Carsit. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le gouvernement, par la voix du Premier ministre, a immédiatement réagi à la situation dramatique vécue par des centaines de travailleurs de Carsid à Charleroi. C'est un moment dramatique où il faut impérativement veiller au respect des droits des travailleurs suite à la décision de la direction du groupe du Ferco de fermer définitivement le haut fourneau à Marcinelle. Ce site emploie un millier de travailleurs qui étaient en chômage économique depuis 2008. En substance, dès l'annonce de la fermeture de la direction, on a appris que le gouvernement fédéral allait apporter tout son soutien à la région wallonne pour trouver des solutions et créer de nouvelles perspectives pour les travailleurs et la région de Charleroi.
Pour sa part, le ministre des Entreprises publiques chargé des grandes villes, Paul Magnette, a déclaré avoir pris avec le ministre wallon de l'économie Jean-Claude Marcourt, a pris contact avec le ministre wallon de l'économie Jean-Claude Marcourt afin de constituer, je cite, une foncière Carolo visant à assurer l'assainissement et la reconversion de la zone et permettre le redéploiement industriel sur celle-ci. J'espère ne pas avoir mal interprété les propos. Donc voilà des réactions immédiates entendues dès l'annonce de la fermeture du site. Il n'empêche qu'en chômage économique depuis 2008, un millier de travailleurs voient aujourd'hui leurs espoirs réduits à néant. C'est un réel coup dur porté au monde du travail, aux travailleurs et à toute une région. Donc, Madame la Ministre, disposez-vous d'informations complémentaires, notamment quant aux dispositions sociales mises en œuvre pour favoriser la remise à l'emploi de ces travailleurs. Je vous remercie. Merci, Madame Henkel. La parole est à Madame la Ministre. Mevrouw de voorzitter, beste collega's. Comme vous, je regrette que Carsit a annoncé la fermeture de son entreprise hier. Bien que celle-ci était en inactivité depuis longtemps, le choc ne peut être que dur pour les travailleurs, leurs familles, qui mettaient sans aucun doute leur espoir dans un redémarrage de l'entreprise. L'annonce faite mercredi au Conseil d'entreprise est le signal de départ de la procédure Renault. Dans les prochaines semaines, l'employeur doit poursuivre la consultation des représentants des travailleurs au sein du Conseil d'entreprise sur les possibilités d'éviter ou de réduire un licenciement collectif et sur les possibilités d'atténuer les conséquences des licenciements. Les représentants des travailleurs peuvent poser des questions, faire des propositions ou formuler des remarques. Celles-ci doivent être toutes être examinées. J'ai compris que la possibilité d'une reprise n'est pas encore tout à fait exclue. Parce que j'ai entendu M. Marcourt par la presse. Et il a dit peut-être qu'il y a encore des possibilités. Dans cette phase, on devra de toute manière, bien sûr, vérifier si certains travailleurs peuvent être repris par d'autres entreprises du groupe Duferco. Peut-être aussi que certaines activités résiduelles resteront possibles sur le site ou que de nouveaux projets pourront être mis sur pied. C'est seulement à l'issue de cette phase d'information et de consultation que les négociations sur un plan social pourront vraiment démarrer. L'employeur devra également mettre en place une cellule pour l'emploi, à partir de laquelle une offre en matière d'outplacement devra être faite. Cette offre doit être approuvée par le ministre régional de l'Emploi compétent en la matière. À cet égard, il faudra bien sûr être suffisamment attentif à l'accompagnement des travailleurs dans la recherche d'un nouvel emploi. Je puisse vous assurer que je suis de près ce dossier avec mon collègue régional compétent. Il y a aussi une possibilité de pré-pension, mais à ce moment, nous devons respecter les procédures du loi Renault. J'attends aussi l'avis de ma administration et puis on va décider. Merci. Merci Madame la Ministre. Madame Winkel. Bien, merci Madame la Ministre. Réellement une situation dramatique pour tous ces travailleurs qui vont vivre évidemment des moments difficiles. On sait qu'il y aura également des répercussions, des conséquences négatives sur les emplois indirects, et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Donc, je pense qu'il faut pouvoir au mieux encadrer cette situation pour soutenir ces travailleurs et cette région. La possibilité que vous avez évoquée d'une reprise, ben voilà, ça ce serait évidemment la solution idéale. Et puis, c'est une bonne chose que vous soyez en contact avec les travailleurs et le secteur pour trouver la meilleure stratégie sociale pour atténuer ces dégâts sociaux sur le terrain, quoi, en tout cas. Voilà, un grand merci. L'incident est clos.
Aan de orde is de vraag van collega Rick Daams aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de levering van anesthesiegassen aan de privéklinieken. En minister Courard zal de vraag antwoorden. Mevrouw de voorzitter, meneer de minister, collega's. Ik had zo graag die vraag gesteld aan mevrouw Lorette Onglis, want het gaat over anesthesiegassen en diens meer. Ik zeg ja, het zou leuk geweest zijn. Dus ik zal mij bij deze tot u richten met plezier. Meneer de minister, waar gaat het over? Het gaat over het onderscheid tussen privéklinieken en niet-privéklinieken en de bevoorrading daarvan door het wezen ziekenhuisklinieken dan wel door officina-apotheken. En de vraag die ik wil stellen gaat heel duidelijk over de bevoorrading van privéklinieken door het wezen ziekenhuisapotheken, het wezen officinaapotheken, omdat, komt mij ter oren, dat daar enige discriminatie zou bestaan naar de privéklinieken toe. Het voorbeeld wat ik neem, en het is niet beperkend het voorbeeld dat ik neem gaat over anesthesiegassen en dan nog over bepaalde anesthesiegassen, mee bepaald sevofluraan en desfluraan. Vraag me niet wat dat daar juist in zit, ik ben geen chemicus, maar dat zou de bepaald soort van anesthesiegassen zijn. Nu, wat gebeurt er? Die producten zijn wel degelijk beschikbaar bij ziekenhuisapotheken, maar er zou, ik zeg wel degelijk, er zou een wettelijke beperking zijn waarbij zij enkel aan het ziekenhuis zelf of de patiënten in het ziekenhuis mogen leveren, wat niet geldt voor de privéklinieken. Nu, de officina-apotheken, dus niet ziekenhuisapotheken, zouden normaal gezien dezelfde producten mogen leveren, dus ook de anesthesiegassen, ook die twee die ik als voorbeeld heb gegeven, maar om redenen die niet bekend zijn, zou het, en ik spreek in de voorwaardelijke zin, steeds moeilijker zijn voor privaatklinieken om deze anesthesiegassen bij de gewone apotheker te verkrijgen. Was het resultaat dat de privaatklinieken, wanneer ze met dit soort gassen willen werken, nu naar het buitenland moeten gaan om ze daar te verkrijgen wat ook kan. Maar u ziet meteen wat er gebeurt. De kost wordt groter, maar het is toch wel vrij gek dat een bepaald soort anesthesiegas, en bij uitbreiding kan het over vele producten gaan, dat je het niet in eigen land kan krijgen, omdat de officinaapotheek om een reden die ons niet bekend is, mij althans niet, ze niet kan leveren, en men dan naar het buitenland gaat. Klinkt toch wel, op zijn zachtst uitgedrukt, een beetje gek. De vraag die ik dan ook wil stellen is heel eenvoudig. En nogmaals, het is een voorbeeldproduct en bij uitbreiding is de vraag, ja, geldt dat dan zo mogelijk ook voor andere producten? De vraag is er door Volksgezondheid recent een of ander verbod ingesteld tot levering van bepaalde producten, in dit voorbeeld anesthesiegassen, aan de gewone apotheek? Indien dit niet het geval zou zijn, dat er geen algemeen verbod is, wat kan, is toch wel de vraag, ja, waarom kennen we dan de situatie waarbij het steeds moeilijker wordt voor privéklinieken om die gassen te verkrijgen bij officina-apothekers? En is de minister zich bewust van deze discriminatie toch eigenlijk wel? En is de minister niet van oordeel dat er dan een aantal maatregelen moeten getroffen worden opdat dit soort van discriminatie niet langer bestaat en de privaatkliniek in samenwerking met de officina-apotheek gewoon zijn werk kan doen in plaats van naar het buitenland te moeten gaan voor bepaalde producten, wat naar mijn bescheiden mening meteen ook een verhoogd risico naar veiligheid voor de patiënt in zich zou kunnen dragen. Ik dank bijvoorbeeld voor het antwoord. Dank u wel, collega. Het woord is aan minister Courard. Dank u wel, meneer de senateur. Hier is het antwoord van mijn collega, minister Onkelings. Het federale agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, FAGG, zegt tegen mijn bevoegde collega dat het niet op de hoogte is van de mogelijke afleveringsproblemen met deze anesthesiegassen. Het FAGG preciseert ook dat er geen algemeen verbod bestaat op de levering van anesthesiegassen aan de publiek toegankelijke apotheek. Bij de beoordeling van de aanvraag om deze anesthesiegassen op de markt te brengen, besliste de Geneesmiddelencommissie dat deze gassen aan een beperkt medisch voorschrift onderworpen moeten worden.
Een beperkt medisch voorschrift belet echter niet dat de gassen in de publiek toegankelijke apotheek worden afgeleverd onder voorwaarde dat ze door een specialist voorgeschreven zijn. Het FAGG heeft geen aanwijzingen dat het moeilijker zou geworden zijn voor privéklinieken om anesthesiegassen te verkrijgen bij officina-apothekers. Voor wat betreft het veilige gebruik van deze producten en de veiligheid in de privéklinieken in het algemeen, kan zij u zeggen dat ze momenteel onderzoekt met haar administratie hoe deze verbeterd en gegarandeerd kunnen worden. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel, minister. Meneer Dams. Ik dank de minister voor zijn duidelijk antwoord. Het lijkt mij ook belangrijk om te weten dat, althans de minister via het FAGG, niet op de hoogte is dat er een afleveringsprobleem zou zijn, dat er ook geen algemeen verbod is en dat effectief via officina-apotheken dit soort producten wezenlijk via een specifiek voorschriftgedrag aan specialisten wel degelijk mogelijk is. Dank voor het antwoord. Ik houd mij voor om desgevallen een aantal specifieke voorbeelden, want dat is ook meteen de reden waarom de vraag tot stand is gekomen, ad privatum over te maken, want dan zal het natuurlijk gaan over personen, bepaalde instellingen, wat me niet nuttig lijkt om dat in een plenaire, dan willen een commissie als dusdanig aan te kaarten, maar ik zal de minister die informatie overmaken om welkdanige misverstanden dan ook meteen uit de wereld te helpen. Dank voor uw antwoord. Het incident is gesloten. À l'ordre du jour est la question orale de monsieur Dubus à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur l'évaluation des hôpitaux. Merci madame la présidente. Donc, monsieur le secrétaire d'État, Test-Achat a évalué la réputation des hôpitaux. La presse relate les résultats de cette évaluation qui a été réalisée par sondage, ce qui nous permet d'apprécier les performances de telle ou telle institution en fonction des spécialités, qu'il s'agisse de cardiologie, de pédiatrie, d'ophtalmologie, etc. On notera que Test-Achat s'est à nouveau heurté à l'appel au boycott de l'Ordre des médecins qui estime que la réputation d'un hôpital n'est qu'un avis finalement subjectif. Test-Achat ne conteste pas la critique, mais estime que si les autorités fédérales ne procèdent pas à ce travail d'évaluation, il lui revient de le faire. À l'heure actuelle, on note qu'aucun élément objectif ne permet en effet à un patient de choisir l'établissement de soins qui est le plus qualifié en fonction de la pathologie dont il souffre. On le comprend donc facilement, Test-Achat offre une réponse, imparfaite très certainement, à une question légitime que se posent de nombreux patients. Dans quel hôpital, dans quelle clinique serais-je le mieux soigné, le mieux traité? Et donc cette démarche soulève plusieurs enjeux. Le premier est de renforcer le registre déjà concurrentiel au sein du système hospitalier. On peut se poser la question, in fine, à quand l'édition d'un routard des hôpitaux belges? Le deuxième bouscule la relation entre le patient et le généraliste qui, à un moment, oriente son patient vers telle ou telle institution hospitalière. Et la troisième porte évidemment sur la validité des critères, des éléments qui sont pris en considération pour établir ce ranking. Pourtant, nous ne pouvons écarter l'idée suivant laquelle il est important que les patients connaissent les caractéristiques des établissements hospitaliers. Comme le souligne Test-Achat, ils ont le droit d'être impliqués dans les processus de décision qui les concernent. C'est un argument qui est imparable. Et donc, peut-on aussi continuer à affirmer que tous nos hôpitaux se valent, qu'ils sont sur un même niveau de performance médicale? Et donc, ma question, comptez-vous, à l'instar de ce qui existe dans de nombreux autres pays, la presse relate le Danemark, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, etc., de mettre au point des indicateurs de qualité de nos hôpitaux, de revoir, le cas échéant, les critères qui sont utilisés aujourd'hui afin de mieux objectiver le classement qui serait proposé, in fine, quelle transparence, quelle publicité, quel accès à l'ensemble des citoyens garantir à cet égard. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. La parole est au ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, je vous fais part de la réponse de ma collègue Madame Onkelings. Il semble que tout le monde s'accorde sur l'importance d'informer le patient sur la qualité des soins et du contexte des soins qui peuvent donc lui être fournis par les prestataires de santé et dans les institutions de soins.
Mais les modalités de cette information, la pertinence des critères et des indicateurs retenus, la notion même de qualité sont autant de points qui feront débat de manière légitime. Si l'information fournie ne permet pas au patient de prendre une décision en connaissance de cause, c'est ce qu'on appelle le caractère opérationnel d'un indicateur, alors l'objectif aura été manqué. Avant de vous résumer les initiatives qui sont en cours et qui ont en effet pour ambition d'avancer de manière constructive dans le but de fournir aux patients une information qui soit non seulement objective mais pertinente, il me semble utile d'émettre certaines réserves à portée générale. Prendre position sur la qualité des soins de tel ou tel professionnel ou de telle ou telle institution par le biais de classements portant l'étiquette qualité peut paraître séduisant, mais il faut garder à l'esprit que les qualités d'un professionnel de la santé, d'une institution de soins, sont dépendantes de plusieurs facteurs, dont le moindre n'est certainement pas l'influence des caractéristiques personnelles de santé du patient. Et les résultats peuvent varier selon les critères pris en considération, compétences techniques, capacité de communiquer, etc. Ma collègue a à plusieurs reprises émis un appel à une certaine prudence par rapport aux tentatives de ranking des prestataires et des institutions. Ces classements sont en effet souvent fondés sur des données non contrôlées, non standardisées, ont recours à des critères dont l'objectivité varie et sont élaborés selon une méthodologie qui ne présente pas toute la rigueur scientifique requise. Il paraît plus utile de favoriser le développement d'indicateurs de qualité et de sécurité au niveau des soins et de l'organisation des services, et ce, tant au bénéfice du patient que de la santé publique. Notre pays met en avant le droit du patient à l'information dans le cadre de la relation de soins individuels qui le lie aux praticiens professionnels de la santé. Droit à l'information sur son état de santé et droit aux informations relatives aux caractéristiques du traitement médical envisagé, ces droits étant expressément prévus dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. C'est donc sur ce type d'information que la Belgique a accordé sa priorité plutôt que sur une information générale relative à l'offre de soins. Mais ceci n'empêche pas que des chantiers soient en cours dans ce dernier domaine. En ce qui concerne la diffusion d'informations vers les patients, ma collègue a initié une réflexion qui est toujours en cours au sein du Conseil national des établissements hospitaliers sur la question de la divulgation publique, public disclosure, des informations disponibles. Parmi les propositions à l'analyse, l'une vise à créer un système d'indicateurs devant permettre une plus grande transparence dans la performance des hôpitaux. Par ailleurs, l'an dernier, une étude a été menée à son initiative pour proposer un set d'indicateurs de performance des hôpitaux. Les résultats de l'étude seront présentés dans les prochaines semaines aux différents acteurs du secteur, médecins, hôpitaux, organismes assureurs, via les organes d'avis compétents. Par conséquent, vous lui permettrez d'attendre le résultat de ce travail issu du secteur avant de prendre des décisions en la matière. Merci de votre attention. Je remercie. La parole est à M. Dubus. Je remercie la ministre, le secrétaire d'État, pour ces informations qui sont très intéressantes et qui annoncent en tout cas un changement, puisqu'il y a, je l'apprends, des chantiers qui sont en cours et un agenda qui est donné, puisque dans les semaines prochaines, on va pouvoir connaître les résultats de ces différents groupes de travail, entre autres de l'avis du Conseil supérieur des institutions de soins. Vous avez également évoqué la loi sur le droit du patient à l'information. Je crois que c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut avancer. Et donc, on aura l'occasion, je suppose, d'en reparler lorsque vous disposerez des résultats de ces groupes de travail. L'important, c'est d'avancer, en tout cas dans cette année, pour que l'année prochaine, nous ne soyons pas face à une situation qui soit similaire à celle-ci, parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, ceci n'est qu'un scénario qui se répète déjà depuis plusieurs années. Merci. L'incident est clos. Aan de orde is de vraag van collega Danny Pieters aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over de stichting Biermans-Lapôtre in Parijs. Mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Zoals u weet, sinds 27 kunnen Belgische en Luxemburgse studenten, juist gezegd doorgaans postdocs en kunstenaars, terecht in een huis van de stichting Biermans-Lapôtre in Parijs. Nu, tot onze verwondering, daar plotseling bij de begrotingsbesprekingen de Biermans-Lapôtre stichting of het huis in Parijs op als een zogenaamde geusurpeerde of usurperende bevoegdheid en wil de federale overheid met andere woorden een besparing realiseren door een stuk door te schuiven naar de gemeenschappen, althans zo hebben wij verstaan.
Ik heb daarbij twee vrij eenvoudige vragen. Gaat het om het doorschuiven van de factuur voor de werkingskosten? Of gaat het om meer? Met andere woorden, gaat het alleen over de operationaliteit van waarschijnlijk de directeur en de vicedirecteur? Of gaat het ook over andere zaken? En ten tweede, waarom de Stichting Biermans Lapotre Parijs en niet gelijkaardige instellingen, zoals bijvoorbeeld het Belgisch Historisch Instituut of de Academia Belgica in Rome? Wat is het criterium geweest om te kijken naar Parijs en niet naar die andere? Dat zijn de twee eenvoudige vragen. Bedankt. Dank u wel, collega. U hebt het woord, meneer de minister. Dank u, collega Pieters. Het is zo dat de Stichting Biermans Lapotre op de lijst van de zogenaamde usurperende bevoegdheden staat. Die worden met de deelstaten besproken in het kader van de interministeriële conferentie. Werkgroepen werden opgericht en welke bevoegdheden het federaal niveau naar de gemeenschappen zal doorgeven, werd nog niet beslist. Het pot wetenschapsbeleid begrootte 149.000 euro voor de subsidie, 155.000 euro voor de terugbetaling van de salarissen van de directeur en adjunct-directeur en 483.000 euro als uitzonderlijke subsidie die overeenkomt met de terugbetaling van de lening voor de restauratie van het gebouw. Ten gronde stond deze instelling op de lijst van de usurperende bevoegdheden die op 1 februari opgesteld werd door de algemeen inspecteur van Financiën, meneer Anikaert. Het Belgisch Historisch Instituut te Rome maakt echter geen deel uit van de instellingen die het federaal niveau wenst over te hevelen. Hier moet opgemerkt worden dat in tegenstelling tot de Stichting Biermans Lapotre, het Belgisch Historisch Instituut te Rome een openbare dienst is van de staat met een statuut dat vergelijkbaar is aan dat van een academie. Het enige verschil met een instelling zoals de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen bijvoorbeeld, die ook een federale instelling is, is dat het Historisch Instituut zich in het buitenland bevindt. Dat weerhoudt het federaal niveau er op geen enkele manier van hiervoor bevoegd te zijn. Door de duidelijke banden tussen de Academia Belgica met het Belgisch Historisch Instituut te Rome zou het me nadelig lijken deze twee structuren onder de bevoegdheid van twee verschillende overheden te plaatsen. En dit geldt trouwens ook voor de Stichting Prinses Marie-Josée. Dank u wel, meneer de minister. Collega Pieters, wilt u... Ja, meneer de minister, wat mij verwondert in uw antwoord is dat het net erop lijkt alsof u zelf beslist waar nu een bevoegdheid uitgeoefend wordt. Ik dacht dat dat toch voortvloeit uit de grondwet en de wetten en niet uit wat u gaat verhandelen. Dus u zegt ja, het is beter van in Rome niet en in Parijs wel die zaak te gaan toepassen. Dat lijkt mij een beetje raar. En daarboven, en ten tweede, wat mij raar lijkt in uw antwoord, is dat u ook spreekt over de schulden van het verleden. Het is toch moeilijk van nu schulden te gaan overdragen op een ogenblik dat er geen zeggenschap was. Begrijp voor de werkingskosten, ik begrijp voor de directeurs, maar voor de schulden, dat zie ik toch echt niet zitten. Het incident is gesloten. Aan de orde is de vraag van collega Douifi aan de staatssecretaris voor asiel, migratie, maatschappelijke integratie en armoedebestrijding over het Belgische hervestigingsbeleid voor vluchtelingen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de staatssecretaris, het maandenlange aanhoudende geweld in Syrië heeft geleid tot een enorme uitstroom van vluchtelingen naar de buurlanden. Zowel in Libanon als in Turkije worden meer dan 10.000 Syrische vluchtelingen opgevangen in vluchtelingenkampen. En meer dan 80.000 Syrische vluchtelingen hebben de grens met Jordanië overgestoken. Ik denk dat we kunnen zeggen dat dit aantal de middelen van landen als Jordanië en Libanon ernstig overstijgt. En dat ook door de banden van de Libanese veiligheidsdiensten met het Syrische regime er te vrezen valt dat de vluchtelingen alsnog kunnen ontvoerd worden en opnieuw uitgeleverd zullen worden aan Syrië.
Op 8 maart laatstleden heeft de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een standpunt ingenomen over een Europees resettlement programma. Dat trouwens in 2009 door de Europese Commissie werd voorgesteld. En in dit besluit formuleert de Raad de prioriteiten voor Europa in zaken de hervestiging van vluchtelingen. En er zijn ook nieuwe regels goedgekeurd met betrekking tot de financiële steun die de lidstaten uit Europese middelen kunnen ontvangen uit het Europees Vluchtelingenfonds om aldus de vluchtelingen te hervestigen. Ik noem ze even op, mevrouw de staatssecretaris. Het gaat over €6.000 per hervestigde vluchteling indien de lidstaat voor de eerste keer zo'n compensatie aanvraagt, €5.000 indien de lidstaat een keer eerder zo'n compensatie heeft aangevraagd en €4.000 voor de overige lidstaten. De Raad heeft ook de hervestigingsprioriteiten, de hervestigingsprioriteitsgroepen gedefinieerd voor het jaar 2013. Het zijn er 6. Het betreft de Congolese vluchtelingen in het grote merengebied uit Burundi, Malawi, Rwanda en Zambia. Vluchtelingen uit Irak, hervestigd in Turkije, Syrië, Libanon en Jordanië. Afghaanse vluchtelingen in Turkije, Pakistan en Iran. Somalische vluchtelingen in Ethiopië. Birmaanse vluchtelingen in Bangladesh, Maleisië en Thailand. En Eritrese vluchtelingen in Oost-Soedan. Om de Europese Commissie toe te laten de uitgaven van de gelden via dat Europees Vluchtelingenfonds te kunnen plannen, zijn de lidstaten dus verzocht om voor 1 mei van dit jaar een plannen voor te leggen over hoeveel vluchtelingen zij in 2013 per prioriteitsgroep willen hervestigen. Het is zo, mevrouw de staatssecretaris, collega's, dat tot nog toe België niet beschikt over een structureel hervestigingsprogramma. Wij hebben in het verleden wel deelgenomen aan ad hoc hervestigingsoperaties. Zo zijn wij in 2009 ingegaan op de oproep van de Verenigde Naties, de vluchtelingenorganisatie, en hebben we deelgenomen aan een Europees project waarbij 10.000 Irakese vluchtelingen uit Syrië en Jordanië in de EU-lidstaten werden hervestigd. Toen heeft ons land... Toen heeft ons land een groep alleenstaande vrouwen en kinderen uit Irak hervestigd en ook een tiental Palestijnen. En ook in 2011 hebben wij 25 Congolese vluchtelingen en Eritrische vluchtelingen uit Libië hervestigd. Ik heb 2 vragen voor u, mevrouw de staatssecretaris. Eerste vraag, zal België deelnemen aan het gezamenlijk Europees hervestigingsprogramma en al dus voor 1 mei een plan voorleggen aan Europa met het aantal vluchtelingen dat we in 2013 per prioriteitsgroep willen hervestigen? En tweede vraag, wat is het standpunt van onze regering ten opzichte van een mogelijk verzoek van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties om een groep Syrische vluchtelingen uit Jordanië of een ander buurland te hervestigen? Dank u. Dank u, collega. Het woord is aan mevrouw de staatssecretaris. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Duffy, zoals u vermeld heeft, ons land wel reeds deelgenomen aan ad hoc operaties en dringende oproepen in zaken hervestiging. Maar dit jaar en conform met het regeerakkoord heeft België zich geëngageerd om deel te nemen aan een hervestigingsprogramma en om dit dossier op Europees niveau te ondersteunen. België is overigens in het verleden ook altijd een voorstander geweest van Europese hervestigingsprogramma's en heeft daarom de blokkering van dit dossier om institutionele redenen betreurd. Ik verheug mij dan ook op het antwoord dat het Europees Parlement hierover vandaag zal geven. Momenteel wordt er onderzocht om op welke mogelijkheden om voor 1 mei een structureel hervestigingsprogramma in te voeren en aldus voor het eerst ook België aan de pledgingprocedure volgens de regels van het nieuw Europese hervestigingsprogramma doen deel te nemen. Ik deel uw bezorgdheid
omtrent de situatie in Syrië en om de ongeveer 40.000 vluchtelingen die als gevolg van het conflict naar de buurlanden zijn gevlucht. United Nations HCR volgt deze situatie op de voet, maar heeft nog geen algemene oproep tot hervestiging als gevolg van deze situatie gelanceerd. Het Europees hervestigingsprogramma erkent de centrale rol van deze organisatie in het hervestigingsproces en de geografische EU-prioriteiten zijn dan ook gebaseerd op de jaarlijkse basis door UNHCR bepaalde prioriteiten, de zogenaamde Projected Global Resettlement Needs. De hervestigingsprioriteiten van deze organisatie zullen eveneens als basis dienen voor het bepalen van de nationale prioriteiten in zaken hervestiging. In het kader van de voorbereiding van ons hervestigingsprogramma zullen we dus evalueren welke groep of welke nationaliteit wij zullen opnemen op basis van de verschillende criteria opgesteld in het kader van deze nieuwe Europese regelgeving. Dank u wel, mevrouw de staatssecretaris. Het woord aan mevrouw Douchy. Dank u wel, mevrouw de staatssecretaris, voor uw antwoord. Het verheugt mij heel oprecht dat de regering positief ingaat op de oproep van Europa. Het is ook voor het eerst dat een Belgische regering werkt aan een structureel hervestigingsprogramma. Dat is heel positief en dat komt ook tegemoet aan wat we als in 2010, toen België het Europees voorzitterschap waarnam, hebben wij dat als land naar voren geschoven als een belangrijk te voltooien punt. Het hervestigingsprogramma enerzijds binnen het kader van het komen tot een gezamenlijk Europees asiel- en vluchtelingenbeleid. Dus ik vind het een heel positief punt. Ik zal het ook nog in commissie opnieuw vragen en ik hoop dat we inderdaad tijdig de werkzaamheden kunnen voorstellen aan Europa. Dank u wel. Het incident is gesloten. Aan de orde is de vraag van collega Pirens aan de staatssecretaris voor staatshervorming en regie der gebouwen over de bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis in Beveren. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de staatssecretaris, ik wil u een vraag stellen in uw functie van het hoofd van de regie der, of de verantwoordelijke voor de regie der gebouwen. Ik zal proberen het kort te houden. Ik denk dat er al veel gezegd is over de gevangenis die in Beveren zal gebouwd worden binnenkort. De laatste tijd zijn er al heel wat vragen over gesteld, zowel door mijzelf, maar ook door mijn collega's in de Kamer en collega's van mijn partij in het Vlaamse parlement. En als ik één ding kan vaststellen, meneer de staatssecretaris, dan is het dat verschillende ministers in dit dossier heel graag de Zwarte Piet naar elkaar doorschuiven. Wat is het probleem? Ik denk dat wij er allemaal het over eens zijn dat er extra gevangenissen moeten komen in dit land, dat er te weinig plaats is in de gevangenissen, dus daar gaat het niet over, maar het gaat over de plaats, de exacte plaats waar die gevangenis nu gaat komen. Want de Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om die in Beveren in te planten, op een plek daar waar nu net een alternatief voor een ander belangrijk hangend dossier, het dossier van het BAM-tracé, de Oosterweelverbinding, daar waar een belangrijk alternatief, het Meccano-tracé, zou gaan komen. Nu is de Vlaamse regering bezig met een MER-onderzoek voor dat BAM-tracé. In dat MER-onderzoek hebben zij beloofd dat zij het Meccano-alternatief au sérieux zouden gaan nemen. Maar, en u hoort mij komen, wanneer daar nu een gevangenis wordt gebouwd, pal op de plek waar dat Meccano-tracé eigenlijk zou moeten gaan liggen, dan wordt eigenlijk op voorhand al dat Meccano-tracé onmogelijk gemaakt en is de Vlaamse regering met andere woorden niet aan het doen wat ze eigenlijk met dat andere petje op zegt, namelijk dat alternatief au sérieux nemen. Concreet zou vragen een aantal Antwerpse actiegroepen om die gevangenis 48 meter, dat is niet zo erg veel, 48 meter op te schuiven. Uw collega van Justitie, minister Turtelboom, is het daarmee eens, heeft zij zeer duidelijk verklaard. Maar het probleem volgens u zou zijn dat wanneer we dat doen, dat dit jaren en jaren zou gaan duren. U hebt op een gegeven moment 3 jaar gezegd.
Nu, ik denk dat dat niet klopt, meneer Verheerstraat, en ik denk dat u daarbij, oftewel door uw administratie een beetje fout bent ingelicht of anders met de waarheid een loopje neemt, maar in ieder geval een nieuwe bouwvergunning, en de bouwvergunning is toch door u afgeleverd, een nieuwe bouwvergunning zou volgens mijn informatie, maar ook volgens minister Muiters, die wij gisteren ondervraagd hebben in het Vlaams parlement, op 3 maanden kunnen afgeleverd worden. Dus eigenlijk een kleine vertraging inderdaad, dat is absoluut waar, maar één die een immens verschil zou kunnen betekenen voor de Antwerpse mobiliteit. Mijn vragen daarom aan u, meneer de staatssecretaris. Ten eerste, volgens mij is het de regie der gebouwen, of u, die de bouwvergunning aflevert. En dat betekent dus dat u de bouwheer bent van de nieuwe gevangenis. En dat er dus maar één iemand is die effectief nu nog in deze fase ervoor kan zorgen dat we dat klein beetje verschil voor die gevangenis maken, maar dat grote verschil voor Antwerpen en dat het alleen u is die de locatie kan wijzigen. Klopt dat? Is mijn eerste vraag. De tweede vraag, indien het voorgaande klopt, wat houdt u dan eigenlijk tegen om die kleine wijziging door te voeren die zo'n gigantische invloed zou hebben op de mobiliteit en op de leefbaarheid van Antwerpen voor de komende 100 jaar? Dank u, collega. Het woord is aan de staatssecretaris. Dank u, mevrouw de voorzitter. Collega Pierijns, misschien een paar dingen rechtzetten. Collega Pierijns, 1, uiteraard ben ik niet het hoofd van de regie, maar enkel politiek verantwoordelijk. 2, uiteraard heb ik ook niet zelf de bouwvergunning van de gevangenis van Beveren afgeleverd. Maar is dat de bevoegde Vlaamse administratie? Je behoeft een bouwvergunning en een milieuvergunning. De bouwvergunning resorteert onder de bevoegdheid van Vlaams minister Muiters. De milieuvergunning resorteert onder de bevoegdheid van Vlaams minister Schouwvliegen. Maar het is dus zo dat de regie der gebouwen in samenwerking met justitie op dit ogenblik bouwt aan de nieuwe gevangenis in Beveren. De werken zijn, zoals u wellicht hebt kunnen vaststellen, als inwoner van de stad Antwerpen ondertussen vorige week effectief gestart. Nadat eerder een maand geleden door de Vlaamse overheid een milieuvergunning werd afgeleverd. De vraag naar het opschuiven van de gevangenis werd mij inderdaad reeds gesteld door een partijgenote van u in de Kamer. En gisteren stelde een andere collega van u een actuele vraag in het Vlaams parlement aan de bevoegde minister voor ruimtelijke ordening. En als je die antwoorden leest, collega Pierens, dan zijn die in essentie steeds hetzelfde. Het argument dat er op korte termijn een nieuwe bouwvergunning zou kunnen voorliggen en dat er dus in september een nieuwe bouwwerf enkele tientallen meters verder zou kunnen worden opgestart, klopt niet. Om te bouwen heeft men niet alleen natuurlijk een bouwvergunning nodig. En ik overloop kort misschien de historiek in zaken de vergunningen van de nieuwe gevangenis en verduidelijk een aantal factoren die in het opschuifscenario, eigenlijk een hypothese, ernstige vertragingen zouden veroorzaken. Het mecano, de tracé, dateert van juni 2010. Maar reeds op 20 november 2009, dus een zevental maanden eerder, ging de Vlaamse regering principieel akkoord met de locatie van de gevangenis. Op 29 april 2010 werd bij de dienst MER een gemotiveerde aanvraag ingediend tot ontheffing van de verplichting in zaken plan MER voor het nieuwe GRUP. De ontheffing werd verleend op 8 juli 2010 en voorlopige vaststelling van het GRUP kwam er op 10 december 2010 en werd definitief vastgelegd op 15 juli 2011. En ter uitvoering van het masterplan van de gevangenissen heeft de vorige federale regering de DBFM-procedures opgestart. In juni 2009 was er de kandidatuurstelling voor de selectie van de kandidaten. In december werden er 5 kandidaten geselecteerd en in mei 2010 werden de offertes aan de regie overgemaakt waarin het ontwerp, zoals het nu gekend is, reeds voorlag. En de zoektocht naar een geschikte site werd objectief georganiseerd door de regie der gebouwen en justitie en heeft geleid tot de site van Beveren, waar zowel de technici van de regie als de technici van justitie mee akkoord waren. Dus, concluderend, collega Pierijns, de beslissing om de gevangenis te bouwen op het beoogde terrein dateert al van ruim voor de voorstelling van het mecanotrossé. De Vlaamse overheid heeft steun gegeven aan dit project via de beslissing van de Vlaamse regering van 20 november 2009 en anderzijds door het verlenen van een aantal vergunningen. Kom ik, en mevrouw de voorzitter, ik verontschuldig mij voor het ruimere antwoord, maar om er duidelijkheid over te geven
aan het adres van collega Pierijns. Wat het als facet van de opschuiven van de gevangenis betreft, met enkele tientallen meters, gaat er duidelijk ernstige vertraging hierdoor veroorzaakt worden. 1. De afbakening van het grup gaat maar tot aan de grens van het terrein. De gevangenis enkele tientallen meters opschuiven houdt in dat er waarschijnlijk ook een nieuw grup en een merk gemaakt moet worden. Vorige keer nam de gehele procedure ongeveer 690 dagen in beslag, zonder de locatiezoektocht nog het vergunningstracé meegerekend. Een nieuwe implanting vraagt hoe dan ook een nieuw, minstens een vernieuwd ontwerp. Een contract voor de DBFM-procedure werd reeds ondertekend voor dit gebouw, dat nu gebouwd wordt op die plaats in juni 2011. Een nieuw ontwerp zou het verbreken van dat contract vertegenwoordigen met een nieuwe procedure en nieuwe onderhandelingen tot gevolg. Een nieuw vernieuwd ontwerp vraagt eveneens een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag. Voor indiening bedroeg dit 335 dagen, dus zonder de voorbereiding meegerekend. De werving van het terrein nam ongeveer 400 dagen in beslag. Alle percelen waren op 1 juni 2011 verworven. Nieuwe percelen verwerven zal dus opnieuw op veel tegenstand stuiten. Nieuwe budgetten moeten voorzien worden. Mogelijk problemen met af te breken woningen in de nabijheid kunnen zich eventueel stellen. En de kostprijs van de verwervingen wordt geraamd op ongeveer 11 miljoen euro plus interesten. Bovendien moet er een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd bij een wijziging van het terrein, gezien de grote aanwezigheid van archeologische waardevolle sporen in de omgeving. Voor het gevangenisproject nam de doorlooptijd van het archeologisch onderzoek reeds 330 dagen in beslag en is de verwerking van de gegevens nog steeds lopende. Het volledig onderzoek kostte overigens 1 miljoen euro. Ook met de nutsmaatschappij vergt dit verschillende contacten, die bij het huidige project reeds geruime tijd hebben in beslag genomen, nu wel gefinaliseerd zijn, waar uiteraard kosten mee gepaard gaan. Indien men echter wel binnen de afbakering blijft, dan zal in het opschefscenario toch nog met meerdere punten rekening moeten worden gehouden. Bij de herlocalisatie is geen rekening gehouden met het grub voorgeschreven noodzakelijke groene buffer naar de woningen in de Biestraat toe. Bij de herlocalisatie is geen rekening gehouden met de toegangsweg via de Schaarbeekstraat, de secundaire noodontsluiting via de Biestraat. En de wens van de gemeente om de Schaarbeekstraat op het kruispunt van beide straten door te knippen om zo het sluipverkeer in te perken. Dit zijn eveneens voorschriften in het huidig goedgekeurd grub. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met de parkeermogelijkheden op de site, nog met de mobiliteitsstudie die in het kader van een stedenbouwkundige vergunning voor de gevangenis werd opgemaakt. Zelfs binnen de afbakening dient er een vernieuwd ontwerp te worden ingediend, gezien het feit dat de impact van en op de omgeving nauwkeurig wordt bestudeerd in een architecturaal concept. Denk maar aan geluidsoverlast, lichthinder, landschapsarchitectuur. Een nieuw concept moet ook afgetoetst worden op het vlak van veiligheid. Gezien het evidente wezenlijke belang werd bij het ontwerp daarmee op verschillende manieren rekening meegehouden. De ligging op het plan van de administratieve diensten, het cellulaire blok, de wandelingen, de werkateliers enzovoort. Redenen waarom men niet zomaar kan verschuiven. Mevrouw de voorzitter, collega Pierijns, men mag dus het opschuiven van een grote infrastructuur als een gevangenis niet voorstellen als een kleine wijziging of het reduceren tot een kwestie van een nieuwe bouwvergunning die op korte termijn kan worden verkregen. De verplaatsing van een gevangenis is een bijzonder complexe zaak die indien zij al succesvol zou kunnen worden afgerond, in tegendeel leidt tot een vertraging van meer dan 2 jaar en een hele reeks bijkomende onkosten. Gelet op de grote nood aan bijkomende gevangenisplaatsen is dit een onaanvaardbaar scenario. Zoals u weet is het probleem van de overbevolking en de staat van de bestaande gevangenissen bijzonder prangend. Er is dringend een verdere uitvoering van het masterplan gevangenissen nodig. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het antwoord van de minister van Justitie in de plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 8 maart. Zij toonde zich, en ik citeer, blij met de gevangeniscapaciteit die erbij komt door de start van de bouwwerken in Beveren. En net zoals ik zelf hoopt collega minister van Justitie dat de extra gevangeniscapaciteit er zo snel mogelijk komt, zodat wij werk kunnen maken van nog meer strafuitvoering en een nog meer sluitende strafuitvoering. Tot daar het citaat. Ik verwijs bijvoorbeeld ook naar de actualiteit van eerder deze week rond de overbevolkte gevangenis van Vorst. De maatschappelijke last van bijkomende vertragingen is dus bijzonder groot. Ik concludeer daarom, mevrouw de voorzitter, collega Pierijns, met de vaststelling dat er voor de gevangenis van Beveren
een geldige bouwvergunning en milieuvergunning werd afgeleverd en dat de bouwwerken aan de gevangenis vorige week gewoon gestart zijn in overleg met het kabinet Justitie. Ik dank u. Dank u, meneer de staatssecretaris. Collega Pirens. Dank u wel, meneer de staatssecretaris, voor uw inderdaad zeer uitgebreid antwoord. Maar ik vind het wel jammer dat u in dat antwoord het eigenlijk technisch en hypothetisch blijft spelen en geen echt politiek standpunt inneemt over of het nu wel oké is dat zo'n belangrijk project, toch ook een ander belangrijk project voor Antwerpen, wordt gehypothekeerd door de plaats van die gevangenis. Het gaat inderdaad over twee zeer belangrijke investeringsprojecten. En laat mij nog eens duidelijk zijn, meneer Verheerstraeten, ik vind een bijkomende gevangenis, net als wij allemaal hier, ontzettend belangrijk. Maar Vlaanderen stapelt blunder na blunder op in dit soort investeringsdossiers. Dat blijft maar aanslepen. En we kunnen nu zeggen, Staten-Generaal, de actiegroep, die zullen zijn ondertussen al naar Europa gestapt om dit probleem aan te klagen. Ik hoor het nu al gebeuren dat binnenkort zal gezegd worden, die lastige actiegroepen toch, die hebben hier weer alles proberen tegenhouden. Wel, u had samen met de Vlaamse regering, maar ook u zelf in uw functie, kan dat voorkomen? Waarom moet het toch altijd zo ver komen dat men dat laat gebeuren? En ik denk dan ook dat u in plaats van het hier hypothetisch te spelen, dat u ondertussen al heel lang had kunnen nakijken of die 48 meter opschuiven, of dat binnen het grup valt, ja dan nee. Volgens mij wel. U spreekt zich daar zelfs niet over uit. U wilt dat zelfs nog niet laten afronden. Uitzoeken. Dat had u al lang kunnen doen. En het zal dus mede uw verantwoordelijkheid zijn als Europa ook weer op dit project België of Vlaanderen moet terugfluiten en er alles weer nog meer op de lange baan laten schuiven. Wij willen een oplossing voor de gevangenissen en wij willen een oplossing voor de mobiliteit rond in en rond Antwerpen. Maar dan wel fatsoenlijke oplossingen waar iedereen beter van wordt. Het incident is gesloten. Ik heb nog drie vragen, weliswaar over dezelfde problematiek, met name over het voorstel om leefloonsancties te koppelen aan het naar school sturen van kinderen of kleuters. Drie vragen aan staatssecretaris De Blok. Vanwege de collega's Pelivan, Stevens en Fransen en in die volgorde. Dus ik zal eerst de drie vragen laten stellen en dan aan staatssecretaris De Blok vragen om erop te antwoorden als u dat goed vindt. Eerst komt mevrouw Pelivan, senator Pelivan, aan de beurt. Dank u, voorzitter. Collega's, mevrouw de staatssecretaris. Elk ouder wil zijn of haar kind goed opvoeden en ook alle kansen in het leven geven. Maar de mogelijkheden en de middelen die daarvoor nodig zijn, en dat gaat niet alleen over financiële, maar ook kennis en ook tijd, die zijn toch wel in onze samenleving niet gelijk verdeeld. Wij weten ook inmiddels zeer goed dat kinderen die door de loterij van de geboorte moeten opgroeien in kansarme gezinnen, vertrekken met een achterstand vanaf een eerste levensdag. Een achterstand die dan in de loop van de jaren nog meer groeit eigenlijk. Het is dan ook in toeval dat schoolse achterstand vooral ook voorkomt bij deze kinderen. En dat is ook de kern van het probleem zelf. Vinden we dat ouders niet op hun verantwoordelijkheid moeten gewezen worden? Uiteraard wel. Want de schoolloopbaan is te belangrijk om daar echt laks over te zijn. Maar als samenleving moeten we ook ten volle gaan voor 100% kleuterparticipatie en dan ook later 0% spijbelaars. Alleen, mevrouw de staatssecretaris, vrezen we dat financiële sancties weer maar eens de zwakste gezinnen zou treffen. Gezinnen die het al moeilijk hebben om te overleven en die heel wat moeilijkheden ook ervaren in het opvoeden van hun kinderen. Gezinnen die leven van een leefloon van €147. En daar moeten ze dan heel de maand rondkomen. Daarvoor moeten ze hun huur betalen, of dak boven het hoofd, kledij, voedsel. Deze week, de heer Versnik,
partijgenoot, collega in de gemeenteraad in Gent, waar ik ook zelf in zit, voorzitter van de OCMW. Hij wil de schoolplicht of de aanwezigheid van kleuterparticipatie als koppelen voor de aanwezigheid, de leefloon koppelen aan de aanwezigheid van de kleuters. Hij wil dat als voorwaarde bekomen, dat het leefloon en dat dat opgenomen zou kunnen worden in de wet recht op maatschappelijke integratie. Ik ga een citaat van mevrouw Bea Cantillon hiervoor lezen. Toch wel een gespecialiseerd persoon in wat betreft kansarmoede. De mindere deelname van kansarme kinderen aan de kleuterschool is geen oorzaak van de schoolse achterstand, maar een gevolg van de moeilijke omstandigheden waarin die kinderen moeten opgroeien. Versnik, verward, oorzaak en gevolg. Gaat vlotjes voorbij aan context en schuift de schuldvraag door naar de ouders. Alsof de moeilijke situatie waarin zij leven en hun kinderen moeten opgroeien volledig hun eigen verantwoordelijkheid is. Dat is de van u moet stiltjes afronden. U heeft al gereageerd. U bent het voorstel genegen. U gaat het onderzoeken. En u ging dat zelfs juridisch advies vragen aan uw diensten. Mijn vraag is aan u, heeft u dit gedaan en op welke basis en argumenten verdedigt u dit voorstel? En waarom zouden ook repressieve maatregelen te verkiezen zijn boven het preventief aanpakken van het probleem? Dank u. Dank u, collega. Het woord is nu aan collega Helga Stevens over dezelfde problematiek. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, beste collega's. Zoals de vorige spreker het al gezegd heeft eigenlijk, de Gentse OCMW-voorzitter Geert Versnik van uw partijgenoot, lanceerde afgelopen maandag in de Gentse gemeenteraad het voorstel dat het OCMW het leefloon, al dan niet tijdelijk en of gedeeltelijk, moet kunnen intrekken als leefloners hun kinderen niet naar de kleuterschool laten gaan. Monika de Koning probeerde dit ook te doen als Antwerps OCMW-voorzitter, maar werd door de rechter teruggefloten. Het leefloon is weliswaar een recht, geen gunst, maar aan het toekennen van het leefloon kunnen wel voorwaarden gekoppeld worden. Namelijk bijvoorbeeld de plicht om zich zo snel mogelijk te reïntegreren in de samenleving. Dat kan bestaan uit het volgen van lessen Nederlands voor mensen van vreemde afkomst, of men kan een activeringstraject volgen. Met betrekking de kinderen van leefloners is er de verantwoordelijkheid van de ouders om te zorgen voor een goede opvoeding. Ja, men kan echter niet worden verplicht om kleuters naar school te sturen, vermits de leerplicht pas geldt vanaf 6 jaar. Maar, collega's, uit onderzoek blijkt dat kleuters die niet naar de kleuterklas gaan een grote achterstand hebben als ze beginnen in het eerste leerjaar van de lagere school. Die achterstand kan vaak niet meer ingehaald worden. Zeker als het gaat om kansarme allochtone kinderen of kinderen van nieuwkomers. Bovendien, 95% van hen komt dan terecht in het beroepsonderwijs. En ik denk dat dat ook een probleem is. Want niemand kan ontkennen eigenlijk dat dat ook een probleem is. Nu, uiteraard, zowel in Gent als Antwerpen en andere grote steden wordt via een heus netwerk aan sociale voorzieningen zoals kind en gezin, CAW, OCMW, lokale onderwijsplatformen enzovoort, hard geprobeerd om kansarmen en nieuwkomers te overtuigen van het nut van kleuteronderwijs.
Wanneer blijkt dat al die inspanningen ten spijt ouders hun kinderen toch niet naar school sturen, moet er een stok achter de deur zijn. Als sluitstuk van een beleid. Niet als beleid op zich. Dat wil ik toch even, benadrukken, dat er geen misverstanden zijn. Vandaar mijn vraag aan mevrouw de staatssecretaris. Hoe staat u tegenover het voorstel om de wet recht op maatschappelijke integratie te wijzigen, zodat leefloners kunnen verplicht worden om hun jonge kinderen naar de kleuterschool te sturen? Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord. Dank u wel. Dank u wel, collega Stevens. En de laatste vraag is, ik geef het woord aan collega Cindy Fransen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, collega's. Er is hier al veel gezegd en deze week werd inderdaad een proefballon opgelaten om het leefloon af te nemen van kansarme gezinnen die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen. En professor Bea Cantillon is hier inderdaad al geciteerd geweest. Hè? En ik citeer haar toch wel nog eventjes graag terug. Dit voorstel is onrechtvaardig, verward, oorzaak met gevolg en dreigt de moeilijke situatie van de meest kwetsbaren in onze samenleving nog te verslechteren. Nu, groot was mijn verbazing toen toen bleek dat u deze idee wel genegen was. De financiële stok achter de deur zal de vicieuze cirkel voor kinderarmoede niet doorbreken, in tegendeel, mevrouw de staatssecretaris. Het gaat om gezinnen die zich in een zeer precaire situatie bevinden en die alle steun kunnen gebruiken om weer te volle aan de samenleving te participeren en hun kinderen een toekomst te geven. Het afnemen van een leefloon zal deze ouders en hun kinderen nog dieper in de armoede duwen. En kinderen zijn dan tweemaal het slachtoffer. En de mindere deelname van kansarme kinderen aan de kleuterschool is trouwens geen oorzaak van hun schoolse achterstand, maar een gevolg van de moeilijke omstandigheden waarin die kinderen moeten opgroeien. Bovendien toont Amerikaans en Brits onderzoek dat ouders bestraffen van wie de kinderen niet of niet voldoende naar school gaan, inderdaad geen effectieve beleidsmaatregel is. Ook in ons land weten we al dat het intrekken van een schooltoelage van ouders met spijbelende kinderen niet leidt tot een daling van het aantal spijbelaars. En vandaag werd ook in het Vlaams parlement in de commissie onderwijs het spijbelactieplan besproken. En ik had dan ook graag eigenlijk een fundamentele vraag gesteld aan u, mevrouw de staatssecretaris. Hoe rijmt u deze visie van het individuele schuldmodel met de uitgangspunten in zaken armoedebestrijding van het federaal plan armoedebestrijding en het federaal regeerakkoord, waarbij het herstel van de sociale grondrechten en een structurele aanpak centraal staat? Tot zover mijn vraag. Dank u, collega Fransen. Het woord is aan mevrouw de staatssecretaris. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik dank alle drie de dames senatoren voor hun belangstelling en voor hun vragen. En net als u ben ik ook zeer begaan met de problematiek van de kinderarmoede. Het is zeer belangrijk dat kinderen naar school gaan, omdat ze daar de basis kunnen leggen voor hun verdere toekomst. En het is ook van belang dat kinderen op zo vroeg mogelijke leeftijd zich kunnen ontwikkelen om zich de taal eigen te maken en om zich beter te integreren. Wanneer ouders weigeren hun kinderen naar school te sturen, ongeacht de reden, kan dit inderdaad de toekomst van het kind aanzienlijk hypothekeren. En sommige ouders zijn niet altijd zich bewust van hun bijdrage hierin en dat kan een probleem stellen. En hierbij heeft het OCMW dan ook een rol te spelen. Ik wil duidelijk stellen dat de maatschappelijke werker een vertrouwensband opbouwt met de betrokkenen in kwestie en op de hoogte is van hun situatie. En wanneer wordt vastgesteld dat ouders om welke reden dan ook hun kinderen niet naar de kleuterschool wensen te laten gaan, is het ook de taak van de maatschappelijke werker om te motiveren, te stimuleren en te argumenteren waarom dit geen goede zaak zou kunnen zijn voor hun kind. Wanneer de maatschappelijke werker op een bepaald moment echter vaststelt dat ouders niet bereid zijn om hun kinderen die kansen te geven, ben ik van oordeel dat we dit als maatschappij niet zomaar kunnen aanvaarden. Ik denk geen enkele stimulans en effecten moet er dan een andere optie worden overwogen. Ik ben van mening van wel. Op welke wijze kunnen we dit bekijken? Een mogelijkheid kan erin bestaan te werken via het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Deze afsprakennota die tussen cliënt en OCMW wordt opgemaakt, omdat bepalingen omtrent werkbereidheid, maar ook
omvat bepalingen omtrent werkbereid, maar kan ook andere inspanningen omvatten. De inzet van ouders met betrekking tot het naar school laten gaan van hun kinderen kan een van deze bepalingen zijn. Indien de ouders hieraan geen gehoor geven, kan het OCMW haar beslissing in zaken steun evalueren en de nodige stappen ondernemen. U weet dat in het kader van het GPMI een schorsing van de steun kan uitgesproken worden met een minimum van 1 week. Toch, dit dient gezien te worden als laatste en finale piste. Ik ben alleszins bereid om in het belang van de kinderen alle mogelijkheden te onderzoeken om ouders te ondersteunen en om ouders aan te zetten om hun kinderen naar school te sturen en om ook te zeggen dat zij hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Ik was dan ook bereid om op de suggestie van de voorzitter van het OCMW van Gent, meneer Versnik, in te gaan en heb dus een advies gevraagd zoals het hoort aan de administratie. Collega's, de strijd tegen de sociale ongelijkheid is een prioritair aandachtspunt voor ieder van ons en we moeten dit ook met grote vastberadenheid strijden. In dit debat is de school een grote partner, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. En de verlaging van de leerplicht is hiertoe een belangrijk instrument, maar zoals u weet ben ik daar niet voor bevoegd. Men vroeg mij ook naar de kleuterparticipatie in Wallonië en daarvoor moet ik u dan ook jammer genoeg doorverwijzen naar mijn Waalse collega, bevoegd voor het onderwijs van de Franstalige gemeenschap. Collega's, ik sta open voor elke suggestie, die u kan doen, u of iemand anders, ook mevrouw Cantillon, om aan de kinderarmoede een antwoord te geven en om die te verhelpen. En ik zal dan ook elke suggestie door mijn administratie op de haalbaarheid laten onderzoeken. Dank u wel. Dank u, mevrouw de staatssecretaris. Voor een repliek, mevrouw Pelivan. Mevrouw de staatssecretaris, collega's, ik ga gewoon kort en bondig antwoorden, want we kunnen wel het debat hier heel lang voeren. En dat er een plan is om kinderarmoede te bestrijden, wij staan daar volledig achter. Maar als, zoals u ook wel geneigd bent, en dat u ook al in de pers al verklaard hebt, en ook uw partijgenoot de leefloon wil koppelen aan kleuterparticipatie, wij zijn daar tegen. Wij zullen ons daar ook volledig tegen verzetten dat men de laagste inkomensmensen juist daardoor nog het meest en hard gaat treffen. Het is een harde maatregel en een sociaal maatregel. Wij moeten alles op alles inzetten. Kind en gezin betrekken, OCMW betrekken, opvoedingsonderwijs steunen geven. Alles om juist die ouders te motiveren en de mogelijkheden te bieden zodanig dat ze gesensibiliseerd worden om hun kinderen naar school en dan vooral naar de kleuterschool te laten gaan. Dus in die zin, mevrouw de staatssecretaris, wij zijn daartegen dat leefloon zou gekoppeld worden aan de afwezigheid of de kleuterparticipatie of hoe dat wil. Wij gaan ons daar volledig tegen verzetten. Dank u, collega Pelivan. Mevrouw Stevens. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nu, ik heb uw antwoord beluisterd. Het heeft mij niet veel nieuws bijgebracht bij wat ik heb gelezen in de krant, maar ik ben wel blij te vernemen dat u wil bekijken of de piste van de heer Versnik steek houdt, omdat ik denk dat we inderdaad onder ogen moeten durven zien dat er gewoon een kern van de mensen bestaat. Ik wil niemand stigmatiseren, maar er bestaat een kern van mensen, de feiten zijn er gewoon, zowel in Gent als in Antwerpen als in andere steden. Dus die mensen, die ouders, die ondanks de zachte inspanningen die we ons getroosten, niet de moed willen nemen om hun kinderen naar de school te sturen. En dat is toch in tegenbelang van de kinderen, dat is tegen de belangen van de kinderen. En ik denk aan de kinderen hun toekomst. En je moet vooral denken aan de toekomst van die kinderen. En ik ga volledig akkoord dat er vooraf een gans traject van inspanningen moet gebeuren. Hè? Zachte dwang van kijk, het is zo beter voor uw kind om het naar school te sturen. Maar als ze niet willen luisteren, als ze hardleers zijn, wat kunnen wij dan nog doen? Dan kunnen wij eventueel bekijken, inderdaad, individueel, geval per geval, of
de voorwaarde van het krijgen van het leefloon eventueel kan worden gekoppeld aan de bereidheid om het kind naar school te sturen. Daar is helemaal niks mis mee op zich. Je kan het vergelijken afronden. Met de flitspalen uiteindelijk. Het feit dat er flitspalen zijn, betekent niet dat iedereen geflitst wordt. Het zijn alleen de mensen die niet meewerken, die de wet overtreden, die hun snelheid wordt geflitst en die dus niet meewerken, die in problemen geraken. Toch? Het lijkt mij evident. Ik denk dat we die piste inderdaad moeten durven bekijken. Op een rechtvaardige manier. Dank u wel. En mevrouw Fransen. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de staatssecretaris, ik ben een beetje ontgoocheld, want op mijn vraag is er eigenlijk niet echt geantwoord geweest hoe u deze visie van voorliggend voorstel rijmt met de inhoud van het federaal plan armoedebestrijding en met het federaal regeerakkoord wat het herstel van sociale grondrechten betreft. Nu, ik denk dat wij niet aan symptoombestrijding moeten doen en in plaats van een advies te vragen, had ik eerder een antwoord gekregen dat we de interministeriële conferentie maatschappelijke integratie opnieuw zouden actief kunnen samenroepen, want dit behelst natuurlijk ook heel wat materies rond onderwijs, dus gemeenschapsmateries, en daar heeft men het wel begrepen dat men vooral aan preventieve acties moet doen. En ik geef graag een aantal voorbeelden van de minister Welzijn, Jo van Deurzen. De samenwerking tussen kind en gezin, de inloopteams, het preventief mensen stimuleren, ouders stimuleren, ook in precaire situaties, om hun jonge kinderen inderdaad effectief naar de kleuterklasse te sturen. Ik denk dat u beter een interministeriële conferentie samenroept om daar wat preventieve acties betreft werk van te maken. En wat dit repressieve beleid betreft, ook onze fractie zal dit niet kunnen steunen. Ja, de staatssecretaris wil reageren, maar het laatste woord is dan opnieuw aan de parlementariër. Ja, maar heel kort, mevrouw, gewoon om te zeggen dat ik al anderhalve maand een brief geschreven heb aan minister Bourgeois, die door het roterend voorzitterschap nu de interministeriële conferentie moet bijeenzoeken. Ik zal er graag naartoe gaan, maar ik moet een uitnodiging krijgen. Het is niet aan mij om uit te nodigen en ik kan alleen naartoe gaan waar ik uitgenodigd ben. Ik ben akkoord dat er een interministeriële conferentie georganiseerd wordt. Alleen, ik kan ze niet bijeenroepen. Dank u wel. Het incident is gesloten en we besluiten hier de mondelinge vragen. Nu komt ons tweede punt aan de agenda. Het wetsontwerp in zaken de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Unie. Et j'ouvre la discussion générale et la rapporteuse Mme Katabi qui va faire son rapport oral. Oui, je vais faire ça. Donc je m'excuse auprès de mes collègues, mais effectivement c'est un rapport oral puisque nous avons voté avant-hier, mais je ferai au plus vite, j'ai déjà bien raccourci le texte. Voilà, le présent projet de loi relève de la procédure bicamérale obligatoire et a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement. Il a été adopté à la Chambre des représentants le 1er décembre 2011 et a été examiné au Sénat en commission de la justice lors de ses réunions des 14, 21 et 27 mars 2012. Alors, le présent projet de loi relatif à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne vise à transposer dans la législation belge les deux instruments européens suivants. La décision cadre 2008-909-JAI du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle au jugement en matière pénale, prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, et partiellement la décision cadre 2009-299-JAI du Conseil de l'Union européenne du 26 février 2009, renforçant quant à lui les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès. La décision cadre relative à l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté vise à approfondir et simplifier les mécanismes de transfèrement des personnes condamnées résultant de la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 et de son protocole de 1997. Elle fixe les règles permettant à un État membre de l'Union européenne de reconnaître un jugement prononcé à l'étranger et d'exécuter la condamnation sur son territoire. Elle s'applique non seulement au transfèrement de personnes détenues entre États membres de l'Union, mais aussi à la mise à exécution de peines d'emprisonnement prononcées dans un État membre vis-à-vis des personnes qui n'ont pas encore été incarcérées. Elle s'applique uniquement entre les États membres de l'Union européenne, mais est susceptible de viser tant les citoyens européens que les ressortissants d'États tiers.
La décision cadre relative au jugement par défaut a pour objectif d'uniformiser la formulation du motif de refus lié au jugement rendu in absentia dans les instruments existants de reconnaissance mutuelle et modifie en conséquence la décision cadre précitée. Pour transposer ces deux décisions cadres, le gouvernement a opté pour l'adoption d'une loi spécifique qui viendra compléter le cadre juridique existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales. La nouvelle loi remplacera partiellement les dispositions de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées en ce qui concerne les relations entre la Belgique et les autres États membres de l'Union européenne, sous réserve d'un régime transitoire qui est prévu à l'article 42 du projet de loi. Le système traditionnel consacré par la loi du 23 mai 1990 restera cependant applicable aux relations entre la Belgique et les États non membres de l'Union européenne avec lesquels un accord ou un traité a été conclu. Une plus-value majeure de ce nouveau cadre juridique par rapport à la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et à son protocole additionnel du 18 décembre 1997 réside en ce que le consentement de l'État qui exécutera la peine ou la mesure étrangère n'est, en vertu de deux hypothèses que je ne vous exposerai pas, je vous renvoie au rapport écrit. Donc en vertu de ces deux hypothèses, donc cet accord n'est plus requis, ce qui simplifie considérablement la procédure. Sur un plan plus général, la nouvelle loi fournira un cadre juridique unique et complet permettant à toute personne condamnée de demander à purger sa peine d'emprisonnement dans l'État membre avec lequel elle entretient des liens sociaux, professionnels ou familiaux étroits en vue d'augmenter ses perspectives de réinsertion sociale. Lors de la discussion, outre des éléments factuels auxquels il a été répondu, le débat a tourné autour d'un élément précis. Les exceptions... Un peu d'attention, un peu de silence, s'il vous plaît, pour la rapportrice. Un tout petit peu de silence. Merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, lors de la discussion, outre des éléments factuels auxquels il a été répondu, le débat a tourné autour d'un élément précis. Les exceptions au paragraphe 1er de l'article 11 du projet de loi, qui prévoit que l'exécution est refusée si les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ne constitue pas une infraction au regard du droit belge. Ces exceptions, pas moins de 32 cas, sont énumérées au paragraphe 2 et disposent donc que le principe de la double incrimination fixé au paragraphe 1er ne s'applique pas. Monsieur Mahou s'interroge sur l'applicabilité de ces paragraphes 1er et 2 et veut la confirmation que notre pays ne sera pas tenu par des jugements de pays étrangers lorsque les faits ne sont pas incriminables en Belgique. Monsieur Delperré note pour sa part que la liste des 32 exceptions figurant à l'article infraction est libellée en langage commun, que ce ne sont pas les infractions telles que notre code pénal les énumère et qu'une telle technique législative manque de précision et suscite un certain nombre d'interprétations. Madame Fass, quant à elle, attire notre attention sur le risque accru de bataille de procédure dès lors que le projet de loi n'exclut pas que la ministre de la Justice puisse intervenir dans les procédures qui sont pendantes devant les tribunaux d'application des peines. Madame Katabi note que l'on veut appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté, comme si les conditions de détention et le dispositif d'exécution des peines étaient relativement comparables en termes de droits des personnes. La philosophie du système est basée sur l'idée que la réinsertion de la personne condamnée sera facilitée si elle purge sa peine dans un État avec lequel elle est liée, alors qu'aucune analyse objective préalable des dispositifs de réinsertion présents dans les États d'exécution n'a été faite. À la question de l'exception du principe de la double incrimination, la ministre rappelle que les décisions cadres s'apparentent aux directives. Les pays membres ont une obligation de transposition et disposent dès lors d'une marge de manœuvre limitée. La liste des 32 infractions qui constituent une exception au principe de la double incrimination trouve son origine dans la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. On y considérait la liste comme une avancée dans la coopération entre les États membres, puisque le principe général est celui de la double incrimination. La coopération entre États ne s'applique que pour des faits qui sont incriminés dans les deux États coopérants. On a cependant voulu arrêter au sein de l'Union européenne une liste d'infractions considérées comme suffisamment graves pour servir de base à une coopération entre États, même si les notions juridiques ne sont pas totalement similaires entre les États membres. La liste vise bien des phénomènes de criminalité. L'idée étant justement de ne pas s'inscrire dans une définition juridique précise qui serait celle d'un État membre, mais pas nécessairement celle d'un autre État. Pour les faits relevant de la liste des 32 infractions, l'autorité judiciaire requise coopère sans devoir vérifier si la définition juridique de son droit national est la même que celle de l'État requérant. En réponse à la question sur l'objectivation des critères de réinsertion, la ministre souligne que la décision cadre prévoit une série d'hypothèses objectivées de transfèrement dans lesquelles ni l'accord préalable de l'État d'exécution ni celui du condamné ne sont requis.
La réinsertion sociale devra chaque fois être motivée, mais il n'a cependant pas été jugé opportun d'inscrire de manière détaillée les critères dans la loi pour garder une certaine flexibilité dans l'appréciation de chaque cas d'espèce. Quoi qu'il en soit, ajoute la ministre, l'objectif de réinsertion étant inscrit dans la loi, il faudra que la décision soit motivée et un recours est possible. Madame Khattabi relève que si l'objectif est clair et louable, il est dommage que l'on ne se soit pas donné les moyens de l'atteindre. Il eût été préférable d'inscrire les critères dans la loi. L'intervenante craint en effet que le système proposé n'aboutisse dans les faits à une sorte de double peine en fonction de l'état vers lequel on va transférer le condamné. Un amendement a été déposé par messieurs Laouège et Mahou à l'article 11, paragraphe 4, afin de préciser que le paragraphe 2, 14e point, ne s'applique ni au fait d'avortement visé à l'article 350, alinéa 2 du Code pénal, ni au fait d'euthanasie visé par la loi du 28 mai 2002. L'amendement est adopté. Monsieur Torf dépose une série d'amendements visant à répondre aux remarques du service de l'évaluation législative. Ils sont adoptés à l'unanimité. L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 11 voix et une abstention. Confiance a été faite à la rapporteuse. Je remercie la rapporteuse pour son rapport. Quelqu'un souhaite-t-il la parole dans la discussion générale? Non. Si personne ne la demande, elle est close. Nous procédons à la discussion des articles. Article 1er, pas d'observation adoptée. Article 2, pas d'observation adoptée. Article 3 jusque 42, pas d'observation adoptée. Je réfère aux annexes avec attention. Pas d'observation, les annexes sont adoptées. Et nous procédons dans quelques instants au vote sur l'ensemble. Mais d'abord, je dois parler des prises en considération de propositions. La liste a été distribuée, elle est sur vos bancs. Est-ce qu'il y a des observations ? S'il n'y en a pas, ces propositions sont considérées comme prises en considération et renvoyées à la commission indiquée par le bureau. Et maintenant, nous votons sur l'ensemble du projet de loi que nous venons de traiter. Dus ik nodig u uit om te stemmen over het geheel. De stemming is geopend. Ja. Er is even een probleem, maar we gaan even wachten. On ne peut pas voter par assis levé, on doit nominal, il faut nommer les noms. Nominal, oui. We kunnen de namen afroepen, hein? Op zo'n blad. Nous allons attendre une minute. Et nous allons commencer le vote nominal. Voilà. Pierre Anciot. Anciot. Yeah. Madame Arena. Der Beek. Yeah. Monsieur Belot. Oui. Der Bogaerts. Yeah. Monsieur Boussetta. Oui. Der Broers. Yeah. Monsieur Brocci. Oui. Der Beus. De heer Seder, ja. Monsieur Charon, ja. De heer Klaas, ja. Monsieur Courtois, oui. De heer Dams, ja. De heer De Bruyne, ja. De heer De Croo, ja. Monsieur De Decker, oui. Madame De Fraigne, oui. De heer De Groot, ja. Monsieur Delperret, Monsieur De Meyer, de heer De Pat, de heer De Pat, ja. Monsieur De Pré, Madame Désir, de heer De Winter, mevrouw Douifi, Monsieur Dubus de Warnaf, de heer Durnet, mevrouw Faas, Monsieur Fourny, mevrouw Fransen, mevrouw Romans,
De heer Ide. Afwezig. Madame Katabi. Monsieur Lawesh. De heer Laremans. Mevrouw Leinen. Mevrouw Maas. Madame Mats. Monsieur Miller. Monsieur Moral, excusez. Madame Moréale. Monsieur Moureau. Mevrouw Pelivan. De heer Pieters. Mevrouw Pirens. Madame Saïdi. De heer Sanem. Afwezig. De heer Sevenans. Monsieur Siquet. Mevrouw Sleurs. Mevrouw Stevens. Mevrouw Talman. Mevrouw Talawi. Madame Tarnion. Mevrouw Timmerman. Madame Thibault. Madame Tielmans. De heer Torfs. Mevrouw Van der Meersch. De heer Van Lauw. De heer Van Rompuy. Madame Winkel, Madame Zrien en la présidente. Oui. Ja, men heeft mij vergeten. Mijn naam is Sven en het is ja. Oké, dank u. Madame la présidente. Ik heb een bus gedaan. Madame la présidente. Madame la présidente. Oui, Madame Katabi. Je souhaiterais motiver l'abstention de mon groupe rapidement. Donc, je l'ai dit en commission, il existe effectivement un consensus pour reconnaître que l'objectif de la loi est louable puisqu'il vise à favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées. Ceci étant, la procédure de reconnaissance mutuelle telle que nous l'adoptons aujourd'hui ne permet pas d'atteindre cet objectif parce qu'en effet, la capacité des États d'exécution de mettre en œuvre des dispositifs de réinsertion sociale est insuffisante. L'intégration européenne en matière d'exécution des peines se réalise sans avoir préalablement effectué une harmonisation ou à tout le moins un benchmarking des dispositifs de réinsertion existants dans les différents États membres. Et par conséquent, le projet de loi n'offre aucune garantie que les personnes qui vont exécuter leur peine dans un autre État membre vont bénéficier des mêmes droits que s'ils étaient restés dans l'État d'admission. Merci pour votre motivation de vote, d'abstention plutôt, 52 voix pour et 4 abstentions. Donc le projet amendé sera transmis à la Chambre des représentants. La séance est terminée et nous nous retrouvons après les vacances de Pâques. Voilà, bonnes vacances.